NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster. Je hoort het wederom met een nachtbroeder. Want Astrid geniet even van een welverdiende vakantie. Vorige week hadden we bij Nachtzuster de heetste nacht in Nederland ooit te pakken. Gaan kijken of we daar deze nacht overheen kunnen komen. Ik denk niet qua temperatuur, maar misschien wel qua gevoel van mooie vragen en antwoorden. Want die zoek ik weer, zoals altijd in dit programma. Vragen en antwoorden, daar draait het om. Misschien heb je wat gehoord in het nieuws. Of loop je al de hele week met een prangende vraag rond waarvan je denkt, nou, die moet ik even aan de nachtzuster of de nachtbroeder stellen. Bel hem dan door nu via ons gratis telefoonnummer. Je kent het nummer inmiddels wel. 0800-1121. Of even een appje sturen naar de NPO Radio 1-app. Dat is gratis, hè? Dus even installeren op je telefoon of op je tablet. Je kunt ook een mail sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Chatten, dat kan ook nog, met een hele mooie community, zoals dat dan met mooie taal heet. Daar kun je naartoe om te chatten met de andere luisteraars via omroepmax.nl/nachtzuster. We hebben Facebook, we hebben Twitter, maar gewoon nu even bellen, want dat is het leukste. We zijn een radioprogramma, 0800-1121. De heren van Doe Maar. Nou, dan weet je dat de Nachtzuster begonnen is hier op NPO Radio 1. 4 leuke uurtjes gaan we er hopelijk van maken. En daar ben jij als luisteraar verantwoordelijk voor. Dus kom maar met je vragen. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Ouderwetse talk radio, dat gaan we maken. En nou ja, als ik naar het nieuws alleen al luister, dan komen er zo al 8 vragen bij mij op. Over Zimbabwe, over Apple, nou ja, dat soort dingen. Maar ja, als je gewoon buiten loopt en een nachtelijk ommetje maakt, dan komen er misschien ook al vragen bij je op. Dus je hebt meer vragen dan je nu misschien denkt. 0800-1121. Ze mogen overal over gaan. De eerste die een vraag gaat stellen is Romeo. Ja, goedemorgen met Romeo. Mijn vraag is, ik vraag mij even af, vanuit de media heb ik begrepen, van er zijn dus trompet, dus geluiden uit de hemel gehoord, dus niet alleen in Nederland, maar in dit geval dus wereldwijd. Trompetgeluiden, zeg je? Ja, dus trompetgeluiden vanuit de hemel. Hmm. En mijn vraag is zo van, zijn er bijvoorbeeld, want ja, kijk, dus jullie programma is wereldwijd, want wat ik uit de media heb begrepen, dat het is niet alleen opgemerkt, of tenminste een fenomeen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld, dus wereldwijd wat ik zei. Maar dan is mijn vraag zo van, zijn er anderen die op de hoogte van zijn? Want ik vind het interessant. Want ja, waar komt dat vandaan in godsnaam? En is dat, even voor de mensen die dat gemist hebben, zoals ik bijvoorbeeld, is dat recent geweest? Ja. Ik zei ook zo van afgelopen week nog. En toen zat ik aan over na te denken. Mm. Zo van, wat is het in principe? Want ja, ik bedoel, ik kom ook vanuit het leger. Kijk, ik bedoel, als ze F-16 dan lang gaat, dan hoor je ook, weet ik veel, dus bepaalde geluiden. Maar ja. Letterlijk en figuurlijk vanuit de media, dus echt trompetgeluiden. Dat kan je niet vergelijken met de motoren van een F-16 die daar vliegt. Nee. En dat is mijn vraag. Ja, nou ja, ik heb dit dus, zoals je al hoort, gemist. Dat kan, hè, want er komt altijd heel veel nieuws op ons af. Maar er waren dus over de hele wereld wordt trompetgeluid waargenomen uit de lucht. Ja. En dat klinkt echt als trompet. Ja echt waar. En deze berichten, of tenminste deze info, heb ik ook vernomen van jullie programma NPO 1. Oh, oké. Okay. Heb je het? Nou ja, goed. Ja, dat kan. Trompetgeluid. Ik ga geen grapje over maken. Nee, maar dat. Romeo. Daarom zei ik ook, ik bel hierover, want ik vind het zo interessant, hè? Ja. Ik bedoel, ik ga niet op de registratie of tour of wat dan ook. Maar ik vraag mij af, wat is het precies eigenlijk? Ja. Want het is wereldwijd waargenomen. Oké. Okay. Daarom. Nou ja, misschien marsmannetjes die van trompet spelen houden. Ja, maar zo ver ga ik niet. Want ja, ik heb nooit in mijn leven alien gezien. Of weet ik veel, science fiction. Nee. Of weet ik veel. Nee, ik ook niet. Maar je weet, sommige mensen zweren erbij. Ja?
Die zweren erbij, bij dat er buitenaards leven is. En dan zou er zomaar eens geluid bij kunnen horen natuurlijk. Kijk, mag ik hierover zeggen? Kijk, ik ben niet echt bijgelovig, maar ik kan één ding wel zeggen. Dus ik bedoel, mijn eigen mening. Naar mijn weten, er is meer dan buiten de aarde. Laat ik het daarop houden. Ja, daar zijn heel veel mensen van overtuigd in ieder geval. Ja, toch? Ja. Er is heel veel. Alleen de wetenschappers. En kijk, we hebben zoveel dus raketten naar boven gestuurd en weten veel wat. En wij wachten ook op een zijn. Maar over die trompet. Nou vraag mij, waar komt die trompetgeluid vandaan? Ja. En daar ben ik benieuwd naar. Romeo, ik vind het een goede vraag. Ja. We gaan hem. Je bent de eerste vraag deze nacht in Nachtzuster. Dus we gaan kijken of er antwoord op komt. Of mensen erop reageren. Reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Bij deze dankjewel. Ik wens je verder. Dankjewel. Mooie programma. Dankjewel. En een fijne nacht. Ja, weet je, heb je hier ook van gehoord? En denk je hier wat over te weten? En heb je er een mening over? 0800-1121, ons gratis telefoonnummer. En alle andere vragen zijn daar natuurlijk ook van harte op welkom. Want het programma wordt, zoals gezegd, gemaakt door jullie, door de luisteraar. We gaan naar Peter. Hey. Hey, dag Peter. Goeienacht. Goeienacht. Ja, nou nee, die vraag van deze meneer hier voor mij is eigenlijk gewoon schitterend gewoon. Ik kan deze meneer gewoon heel duidelijk maken. Misschien nog wel een deel van de wereld. Lees de openbaringen van Johannes. In de Bijbel. Vertel even wat er dan precies staat. Moment, ik moet even mijn radio even wat zachter zetten. Want ik hoor mezelf dubbel. Dat willen we niet. Dat is een hele vervelende. Nee, momentje. Het punt is. Is dat wat er in de Bijbel staat, is dat de bazuinen zullen klinken die de engelen weergeven. En dat houdt in, dat betekent dat de eindtijd, ja... het einde der tijden. De eindtijd, inderdaad, de eindtijd, ja. De sores die wij nu allemaal gaan krijgen. Er staat zelfs in de openbaringen, is dat de mens zal God vervloeken, omdat de zon zo heet wordt. En kijk eens waar we nu in leven. En dat is nog niks. Maar jij zegt... Dit is nog niks. Nee, maar jij zegt dat daar dat trompetgeluid vandaan komt? Dat dat daarmee te maken heeft? Dat is nou een punt waar ik het nog niet, niet mee eens ben. Wat ik wel weet, is dat demonen kunnen ook heel veel. Ja, als het een engel is, dan is het duidelijk. Demonen zijn niet duidelijk. Dus dat geluid wat in de hemel is. En ik heb al inderdaad meerdere filmpjes gezien op Facebook en op YouTube. Noem het allemaal maar op. Dat is allemaal volgens mij kul. Gewoon volkomen kul. Maar het gebeurt wel. En mijn ding is gewoon om te zeggen, is dat deze meneer die u net hebt gesproken, hij heeft gelijk. Want hij vraagt zich wel degelijk af van waarom is dat? Ja. Maar als ik dan op een gegeven moment in mijn leven, in mijn ding, mensen probeer uit te leggen dat wij gewoon in een later stadium zijn van dit leven, dan wordt er niet geluisterd. Deze meneer luistert tenminste. Die luistert. Ja. Maar mag je in jouw opvatting wel ook je eigen gedachten hierover hebben en ook denken dat het van iets heel anders is, dit geluid, dan wat wordt waargenomen? Hoe bedoelt u dat? Nou ja, zeg jij van, nou ja, zoals ik het zie, zo is het. Ik mag je gewoon jij noemen. Oké, ja, prima, oké. Nogmaals de vraag, alsjeblieft. Ja, nee, of zeg je van, nou ja, ik sta wel open voor andere interpretaties van dit geluid. Laten we even bij het geluid blijven, want dat was een beetje de vraag. Oh, nou, dat is een hele goeie. Ja. Nou, eigenlijk niet. Oké. Want ik ben, wat dat betreft ben ik gewoon zo standvastig door het Bijbel lezen. En zien wat er in de openbaringen van Johannes staat. Is het voor mij eigenlijk onmogelijk om andere opties te zien. Want het staat er namelijk al. Ja. Er is een waarschuwing.
En als mensen daar niet naar willen luisteren, dan moeten ze dat zelf weten. Dus meneer, het is hartstikke leuk wat jij nou vraagt aan mij. Maar nee, dan moet ik inderdaad gewoon met nee antwoorden. Ik kan niet luisteren naar jouw optie dan. Nee. Of okay. Andere opties. Ja. Dat is duidelijk, Peter. Ja. Dankjewel voor je antwoord. Heel graag gedaan. Oké, en ik vraag wel aan mensen natuurlijk om hier ook weer op te reageren. Dus er zullen zometeen wel andere geluiden worden. Maar luister, daar sta ik wel open voor. Heel goed. Jazeker, ja. Absoluut. Oké. Nou, ik hoop in ieder geval dat een groot deel van de mensen eens een keer een beetje na gaan denken. Bij deze heb je dat gezegd, Peter. Dank voor je belletje. Graag gedaan, joh. Oké, een hele fijne nacht gewenst. Hey, jij fijne dienst. Oké, komt goed. Yo. Dag. Hey, man. Hey. 0800-1121 als je een andere opvatting hierover hebt. Of een andere vraag. En wie ook gebeld heeft is Marco. Hallo, goedemorgen. Dag Marco, goedemorgen. Hi. Ik heb een vraag eigenlijk. Tenminste een vraag. Hoe kan het zo zijn dat de overheid in Nederland mag verdienen aan cannabis? En als je zelf kweekt, dat je dan dakloos wordt voor de rest van je leven? Ja. Ja, verdienen ze er echt aan? Want ik bedoel, we weten wel dat de overheid het inderdaad voor medische redenen kweekt, volgens mij. Zeg ik uit mijn hoofd. Correct me if I'm wrong. Maar maken ze er ook echt winst op? Volgens mij niet, toch? Ja, laat ik zo zeggen. Elke coffeeshop betaalt in ieder geval belasting in Nederland. Dus dat is waar. De overheid gaat een goede winstpot. En ze hebben ook... Ze verdienen ook aan de medicinale cannabis, omdat zij gewoon een monopolie hebben. En ja, ik ben ontruimd omdat ik 13 wietplant had. Ach. Maar ja, ik krijg nooit meer van mijn leven een woning. En dan denk ik van ja, waarom mag dat wel en waarom mag ik dat niet? Wat is het verschil? Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. Ja, nou ja, dankjewel. Ja. Ik hoop er graag op. Ja, maar wat een dit is een persoonlijk drama geweest dan toen ze dat kwamen opruimen bij je. Ja, het is niet echt interessant geweest. Mijn hele huis overhoop gehaald. En ik heb voor de rest van mijn leven een negatieve huurdersverklaring. Dus ja, ik verdien genoeg, maar ik kan nergens wat huren. Ja, vervelend is dat. En je bent op dit moment ook op zoek naar een huis, naar een woning? Ja, nog steeds. Ik woon al 5 jaar. Ga ik van camping naar camping rondom Amsterdam. En blijft dat negatief advies, blijft dat dan een aantal jaren voortduren? Of is er op een gegeven moment komt er een einddatum daarvoor in zicht? Nou ja, op een gegeven moment moet je een huurcontract invullen. En daar staat in, bent u ooit naraken geweest met politie of justitie? Ja, dan kun je op liegen, betrappen ze je daar of dan ben je nog verder van huis. Vul ik de waarheid in, dan krijg ik sowieso een nee. Dus ja, ja. Help. Goed, jouw vraag is in ieder geval duidelijk, Marco. Je voelt je achtergesteld. De overheid doet iets in ieder geval wat jij niet zomaar mag. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat jij stelt nu van dat de overheid daar winst op maakt. Ik ben ook wel benieuwd of dat nou echt zo is. Ja, nou ja, als je na gaat kijken, beter ook kan. Dat is de medicinale kweker in Nederland. Daar staat gewoon Rijksoverheid op. Er staat gewoon een logo op van de overheid. Het wordt verstrekt door de overheid. Dus ja, het lijkt me... als ik naar de apotheek ga en ik wil medicinale cannabis... dan betaal ik €52 per potje. Nou ja, laat ik zo zeggen, daar zit gewoon belasting over. Dus dat lijkt me wel een melkkoe voor de overheid. Ja. Nou Marco, we gaan kijken of er via onze nummer 0800-1121... mensen zijn die hier wat over willen zeggen. Die misschien ook in dezelfde situatie zitten waar jij in zit. Of misschien het verhaal van de andere kant kennen. Dat is ook wel fijn om te horen natuurlijk. Ja, heel graag. Ja. En desalniettemin, ik wens je sterkte met het zoeken van een woning. Want dat is toch wel in ieder geval een groot probleem. Ja, nou ja, zijn de luisteraars die wat weten, dan hoor ik het graag. Heel goed. In ieder geval bedankt en een hele fijne nacht alvast. Dankjewel. Jij ook een hele fijne nacht, Marco. Dank u. Dag. Ik noemde het al, het nummer 0800-1121. Antwoorden of reacties hierop. Of andere vragen. Wie ook gebeld heeft is Koen. Hallo. Zo, dat is weer een ander geluid. Daarnet zaten we in de auto. Jij zit lekker thuis, denk ik. Ik ben heel helder, hè. Ja, ik ben wel thuis. Ik zit wel in de auto nog. Want ik hoorde in de auto een verhaal over iemand die trompetgeluid had gehoord uit de hemel of zo. Ik denk, nou, ik heb niks gehoord. Dus ik was eigenlijk wel heel nieuwsgierig van wat dat dan was.
En daarna kwam er nog iemand die had het over dat er in de Bijbel van alles geschreven stond. En dat het eigenlijk een soort voorbode was. En ik was het met Peter heten die volgens mij. Klopt, hè? En die, wat ik het soms wel mee eens en soms niet. Want ik lees ook wel eens wat dingetjes uit. Of ik heb de Bijbel-app heb ik op mijn telefoon. En die heb ik eigenlijk omdat ik dan soms dan heb je van die spreuken. En dan zoek je het even op. Nee, ik zoek niks op, want ik krijg gewoon dan dagelijks een spreuk. Okay. En soms dan staat dat ik van alles met God moet en denk, nou, dat vind ik niks. Maar soms staan er eigenlijk best goede dingen in, hè. Van dat je goed moet zijn voor een ander. Of dat je bijvoorbeeld, niet moet liegen, niet moet stelen en geen cannabis moet kweken en zo. En ja. Dan denk ik, nou ja, daar zit wel wat in. Dus dan, maar je moet die Bijbel niet zo letterlijk nemen. Je moet er gewoon dingen uithalen. En daar vind ik het knappe van de Bijbel, hè. Daar staan wel dingen in. Die dan heel lang geleden geschreven zijn, maar dan nog steeds toepasbaar zijn. Ja. Dat vind ik wel, dat vind ik dat wel mooi. Ja. Maar zo moet je hem ook, zeg maar, lezen. En niet als zo van, nou, er staat iets geschreven en dat gaat nu letterlijk gebeuren of zo. Want het is nou zo heet en over gaat de wereld. Een hele nuchtere kijk op de Bijbel heb jij. Ja, misschien. Ja, denk ik wel. Ja, ik ben wel nuchter. Ja, ja, ja. Ja. En maar ik heb geen trompetgeluid gehoord of zo. Ik weet niet waar dat dan vandaan kwam of wie dat dan nog meer gehoord heeft. Dus dat vond ik dan een beetje typisch. Nou ja, en het klopt wel dat het inderdaad over de hele wereld is waargenomen. Ik geloof dat er, ik heb ook even zitten zoeken natuurlijk, Canada, Australië, Duitsland, de Verenigde Staten. Er zijn inderdaad alle delen van de wereld worden dit soort geluiden waargenomen. Dus het is in ieder geval wel iets wat de mensheid, dat is misschien een beetje groot gedacht, maar wat over de hele wereld wordt waargenomen, ons bezighoudt. En de vraag is nu, waar komt het geluid vandaan? Oh, oké. Nou, ik stap zo uit mijn auto, ga ik heel goed luisteren nog. En dan wie weet hoor ik het dan ook wel. Maar er is natuurlijk een beetje zo'nzelfde groep mensen die, als je op internet gaat zoeken naar een aantal mensen die beweren dat de maan nog steeds plat is, dan is het echt onvoorstelbaar wat je dan tegenkomt. En dat er gewoon ook onderbouwen met YouTube-filmpjes en presentaties, dat het echt de maan plat is en dat het allemaal maar nep is en dat het een grote hemelbol is die door de overheid neergezet wordt en in stand gehouden wordt, waarschijnlijk met het geld wat ze dan verdienen met dan die cannabis of zo, met die medicinale dingen die kweken. En er zijn natuurlijk allemaal lijpe mensen. En ik ben wel ook met Peter eens dat de wereld is wel helemaal lijp aan het worden. Hè? Dus ik vind wel dat mensen zijn, als je kijkt hoeveel mensen aan het doordraaien zijn en zich beperken tot alleen maar Facebook en Minecraft en Heyday. Dat is onvoorstelbaar. En daar ben ik het wel met Peter eens. Van mensen moeten wel nou een keer na gaan denken. En de Bijbel niet te letterlijk nemen, maar wel na gaan denken. En een beetje gewoon iets over hebben voor je medemens. En dan komt het allemaal wel goed, denk ik, in de wereld. Ja, ja, maar goed, jij hebt het geluid nog nooit waargenomen. Nee. Neem je wel eens andere dingen waar, die andere geluiden waar uit de hemel? Nee. Of dingen in ieder geval, of dingen die je niet kunt verklaren? Er zijn heel veel dingen die we niet kunnen verklaren, want maar die zijn ook weer uit te leggen, hè? Dus ik je heel kort vertellen hoe dat, want het is heel simpel. Waarom wij niet kunnen verklaren waarom het heelal oneindig is en waarom er waarom tijd er is, hè? En waarom dat niet stopt en het begin van het heelal. Dan kun je vergelijken met als je een mannetje tekent op een velletje papier. Ja, dat mannetje leeft zeg maar in een tweedimensionale wereld, hè? Die kan naar links en naar rechts en naar boven en naar beneden. En omdat een mannetje in een tweedimensionale wereld leeft, kan hij zich niet voorstellen dat hij misschien ook van het velletje papier af zou kunnen stappen. Want hij kent die wereld niet. Nou, wij leven wel in die drie dimensies. Wij kunnen wel dat mannetje zien en tegen hem vertellen, ja, maar je kan er ook af. Ja. Nou, ja, en omdat wij in die driedimensionale wereld leven, kunnen wij ons ook niet voorstellen dat er een vierde dimensie is. En we misschien soms wel eens iets opvangen van dat we net even zien. We denken, hè, dat is gek, of we horen iets en dat is gek. Mm-hmm. En dat is dan misschien in die andere dimensie die wij ons niet kunnen voorstellen, omdat we er niet in leven, want wij leven in een driedimensionale wereld. Ja. Dat is eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd waarom er wel dingen zijn die we niet snappen. Ja. Ik wil je even danken voor je bijdrage en ook voor je nuchtere kijk op de nuchtere kijk op onverklaarbare dingen. Nou, graag gedaan. Okay. Ja, fijne avond. En een fijne nacht. Oké, hetzelfde. Doei. Hoi. 0800-1121. Bel door met mooie vragen. Zijn we altijd naar op zoek. Eerst gaan we even naar een hele mooie trompet luisteren van Kiteman. We gaan naar een andere vraag die ook gesteld is via 0800-1121. Je kent het inmiddels wel, het nummer wat je moet bellen met vragen en antwoorden hier voor Nachtzuster. En dat is Chris. Ja,
goede nacht, zeg ik maar. Hè. Ja, dat zullen we maar doen. Ja, nou, ik was 70 toen ze begonnen aan de Noord-Zuidlijn. En nou die klaar is. Ja, Jezus Mina. Vertel, wat vind je ervan? Ja, wij zijn dus met 84ers zijn we onder de grond gegaan om eens te kijken wat het allemaal geworden is. Ja. Nou, wij vielen van de ene verbazing in de andere. Want Jezus Mina zegt, we zijn eerst van station Zuid naar station Noord gereden. Dan zijn we eruit gegaan en zijn toen weer naar beneden. Mm. En toen zijn we op ieder station zijn we eruit gegaan en even naar boven en weer naar beneden. Enfin, we zijn de hele dag zijn we bezig geweest. En dan vragen wij ons in gemoede af, waar zijn ze met die grond gebleven die ze daar weggespit hebben? Ja, want ja, ik heb hem ook gezien inderdaad. Daar zijn nogal wat kuipen zand uitgegaan, zeg. Ja. Het is enorm. Ja, en dat hebben we negen stations. Nou, ze zitten niet allemaal onder de grond, maar... Nee, goed, maar zeven in ieder geval wel. Ja, ja, waar zijn ze met die grond? Station Zuid zit niet onder de grond en station Noord ook niet. Ja. Maar de rest zit onder de grond. En als je bij de pijp naar boven gaat, nou, dan heb je een hele lange roltrap. En dan nog een kleintje en dan zit je aan het begin van de Albert Kuip. Ja, het is ongelooflijk. Maar waar zijn ze in godsnaam met die grond gebleven? Ja, je bent onder de indruk in ieder geval. Dat is, Ik ben daarvan onder de indruk, ja. Ja. En dat mensenhanden dit kunnen maken, zo onder de grond, in de blubber. Ja. Kom je uit Amsterdam, Chris? Nee, ik ben geboortig in Bergen-op-Zoom. Ja. Maar ik woon vanaf mijn 22e in Amsterdam. Okay. En omstreken, eerst in Amsterdam, toen naar Amstelveen. Toen naar Aalsmeer en nu woon ik weer in Amstelveen omdat ik in een seniorenflatje woon, ja. Vlak bij mijn dochter. Want er was een hoop gedoe dat nieuws over de Noord-Zuidlijn was toen bij de opening, was overal. En toen zeiden mensen, vooral buiten Amsterdam, ja, waarom moet dat nou zo groot in de media zijn? Zo'n klein stukje en het is weer Amsterdam. Wat vind jij van die klein kritiek? Klein stukje? Nou ja, het is eigenlijk een hele korte metrolijn natuurlijk. Ja, nog geen 10 kilometer. 7 kilometer. Ja. Maar ze moeten eens gaan kijken. Ja, nee, ik ben er ook geweest. Ik was ook zeker onder de indruk. Dus ja, dat absoluut. Ja, ja, dus ja, toch? Dat hebben die Amsterdammers toch maar weer geflikt. We hebben daar op ieder station rondstaan neuzen. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, nou, we gaan eens kijken waar dat zand is gebleven. En als er iemand een kuub zand in zijn tuintje heeft gekregen. Was het maar zand? Nou, dat is niet hoeveel heien. Ja, ja, en er is van alles ook. Er zijn allerlei potjes en pannetjes ook opgegraven, ja, natuurlijk. Ja, dat kun je ook zien. Ja. Op één station, ik weet niet meer welk. Ja. Op wat dingen geloof ik, op het Rokin. Ja. Geloof ik hoor, maar ik durf het niet te zweren. Ja. Nou goed, we gaan kijken waar het zand is gebleven. Onder de indruk, vooral als je in het grootste station staat. En je nou, hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, het is een mooi stukje, het is Nederlands trots hè. Net als de stormvloedkering. Dat zal ik wel niet meer meemaken. Maar je hebt het gered, alle Chris. We zijn hier nog in leven, zijn vrienden. En wij zijn met z'n vieren onder de grond gedoken. Leuk, leuk. Ja. Chris, we gaan op zoek naar het antwoord en blijf luisteren. Ik hoop dat iemand dat weet. Ja, blijf luisteren. Ik heb het daar wel gevraagd hoor. Er stonden van die bewakers en weet ik wat er allemaal stond. Ja, god meneer, hebben ze weggegraven. Ja, dat is mooi. Maar waar hebben ze het naartoe gebracht? Nou ja, misschien hebben ze de dijken ermee versterkt. Wie zal het zeggen? Ja, ik zou het niet weten. Oké. Okay. Laat het maar afwachten. Oké, okay, Chris, dank voor het bellen. Ja. Graag gedaan. En een fijne nacht. En ik ga luisteren. Ja. Dag. Oké, bedankt hoor. Ja, waar is dat zand toch gebleven? Goeie vraag. 0800-1121. En je mag ook via de NPO Radio 1 app natuurlijk altijd even reageren. Of een mailtje, hè. Nachtzuster@omroepmax.nl. We gaan naar Tineke. Ja. Ja, ik wil nog heel even terugkomen op het trompetgeschal. Want er schijnt ook een verhaal in de Bijbel te staan dat de Joden een muur moesten slechten om een overwinning te behalen. Ik weet niet wat er dan gebeurd is, of ze die stad of terug moesten winnen, of zo, dat weet ik niet. Hmm. Maar dat schijnt onder trompetgeschal gebeurd te moeten zijn. Jezus, of God had hen opdracht gegeven zo te handelen, en dan zou die muur geslecht worden en vallen. Maar wat ze precies hebben heroverd of veroverd, dat weet ik niet. Maar als iemand het weet, dan mogen ze het mij komen zeggen. Ja, de trompet komt wel regelmatig voor in de Bijbel. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is echt wel een, ja. Niet een heilig instrument, maar in ieder geval een instrument wat de volkeren door de eeuwen heen behoorlijk heeft bezig.
bezig gehouden. Ja, ja, zeker. Ja. Het is een korte vraag, maar ik wil graag weten, waar staat dat dan? Ja. En wat had die muur te betekenen onder dat trompetgeschouw? Ja, ja. Heb jij het nog even kort, heb jij die trompetgeluiden wel eens gehoord, ook uit de hemel, die duizenden mensen hebben waargenomen? Nee, nooit. Nee. Nee. Wel andere dingen gehoord uit de hemel of ook niet? Behalve gerommel als het onweert natuurlijk. Nee, helaas nog nooit zou ik zeggen. Hè? Nee, nee. Je weet het niet, nee. Nou ja, dat, misschien sommige mensen staan er ook niet voor open. Misschien, dat weet ik niet. Nou, ik ben vrij nuchter, maar dat wil nog niet zeggen dat je iets niet zou kunnen overkomen. Nee, dat weet je toch niet. Nee, er zijn genoeg mensen die altijd dachten, ik ben heel nuchter, ik ga dat soort dingen nooit horen. En dan opeens toch allerlei dingen waarnamen. Ja. Ja, ik had ook nog een klein vraagje, maar ik denk niet dat ik die mag stellen. Alle vragen mag je altijd stellen. Nou, dan vraag ik me af. Daar loop ik al jaren mee. Ja. Is de wereld nou geschapen of was het de Big Bang? Met een, daarna een evolutie. Pff, zo, Tineke, je gooit er even een vraag in, zeg. Ja. Ja, wat denk jij? Of weet je het oprecht, stel je alleen de vraag en denk je van, ik weet het, ik ben er zelf nog niet uit. Nee, ik ben er zelf nog niet uit, maar ik ben voor de evolutie en de Big Bang. Oké, je hoopt dan toch stiekem dat het maar de evolutie is? Ja. De mensen hebben daar niet voor niets een onderzoek naar gedaan en er komt steeds meer van die Big Bang naar buiten. Dus ik ben wel erg nieuwsgierig. Ja, ja. Nou, het is waar je zegt van ik heb een vraag, mag ik hem stellen? Maar dat is wel even een van de grotere vragen die je hier op tafel gooit. Maar dat mag. Dat mag bij Nachtzuster. Ja, ja. Dus ik moedig ook zeker mensen aan om grote vragen, kleine vragen, alles is welkom. Nou, we zetten hem erbij, Tineke. Fijn, dank je. En een hele fijne nacht, hè? Dank je wel, tot ziens. Tot ziens, dag. Of tot horens, hè, moet ik eigenlijk zeggen. Want we zitten op de radio op NPO 1. Je luistert naar Nachtzuster. Astrid de Jong doet normaal dit programma, is lekker op vakantie. Dus nachtbroeder Ron Vergouwen is bij je tot 6 uur morgenochtend. En vragen zijn welkom via 0800-1121. En Peter heeft een vraag gesteld. Hallo, nachtbroeder Ron. Dag Peter, staat je radio uit? Hallo. Iedereen die nou een nachtelijke uren richting het noorden kijkt, ziet een grote oranje planeet. En wij, mijn vriendin en ik, lopen altijd zo'n even een rondje, een blokje om. Ja. En we zien dat steeds. En is het nou die nieuwe planeet Nibiru of is dat Mars? Als je richting het noorden kijkt, dan zie je altijd om 2:30 zo'n grote oranje bal in de lucht. Okay. Ik weet niet of je het kan zien. Nou, dan moet ik even naar het raam lopen. Wacht je eventjes, ga ik even kijken. Dan ga ik even naar de zijk. Ja, dat gaat hier, er is licht hier. Richting het noorden. We hebben een soort weerspiegeling van de lamp hier in de studio, dus ik zie het slecht. Nee, ik kan het niet goed zien, maar ik geloof je op je woorden. Ja, altijd rond 2:30 in het noorden zie je altijd zo'n rood-oranje bal. En wij wouden vragen, is dat nou Mars of is dat nou Nibiru, de nieuwe planeet? Of iemand dat zou weten. Ja, ik heb hem volgens mij ook wel eens gezien inderdaad. Dus we zetten de vraag er maar weer bij. Ik heb ook wel van vrienden gehoord. Hebben jullie dat ook gezien, die grote oranje planeet? Dat was vorig jaar nog helemaal niet. En dat is heel typisch. Ja, oké. Nou, we zetten de vraag erbij. En de planeten en sterrenstelsels en de lucht en zo houdt ons altijd wel bezig in de nacht. Dus ik denk dat daar wel... En ook al de trompet geschal. Ja, maar dat mag. Ik wou nog wat zeggen. Lieve Helga, ik hou van je. Nou, wat lief. Ja. Kijk, dat zijn dan de spontane groetjes die van mij stiekem wel mogen. Ja, dat komt zo maar in me op. Oké. Okay. Hey, bedankt, Ron. Oké, dag Peter. Dag. Dag. We hebben een vraag binnengekregen van Tineke. Nog een Tineke. Dag Tineke. Hallo. Hallo. Ik woon nog een beetje landelijk. Ja. En door de droogte heeft mijn buurman besloten om maar te gaan sproeien, te beregenen. Mm. En hij heeft pijpen geslagen. Trouwens, Kuitman vond ik fantastisch. Ja, mooi, die trompet. Ja, vind ik nog mooier dan Bowie hoor, eerlijk gezegd. Nou, we proberen alle mensen een beetje blij te maken vannacht. Dus het gaat alle kanten op de muziek. Oké. Maar het water, het besproeien. Ja, er zitten dus buizen in de grond, 80 meter diep. Mm. En tot mijn grote vreugde gaat
om de zoveel dagen, ik zeg om de 10 dagen of zo, dan gaat er ook een beetje over water over mijn moestuin, wat ik heel fijn vind, omdat ik ook weer gedacht heb, ja, als ik niks zaai, dan krijg ik ook niks te eten en niks te oogsten. Dus, maar hoe oud is dat water? Hoe oud is het water? Ja, dus kun je je voorstellen, mijn perceel is een stukje van 2000 vierkante meter midden in een heel grote akker met heel veel bieten, voederbieten denk ik. Mm. En dat is elk jaar iets anders. En af en toe dan moet hij die sproeier die zit vast aan een katrolle. En ze zetten de sproeier heel ver weg naar het punt waarvan ze water putten. Mm. Door die akker wordt die sproeier elke keer een stukje teruggetrokken. En verder zit er een ding op dat die sproeier elke keer draait. Dus hij heeft echt een enorm gebied waar water in terecht komt. Dus als je niet helemaal in het buitengebied waar geen huizen staan, dan komt er dus water op je, ja, dat het komt ook op de weg, zeg maar, ja, voor een deel. En dan iedere keer komt er een beetje, worden die buizen teruggetrokken. En dan aan het eind van de nacht staat het weer bij de plek waar het opgepompt wordt. En dat, de buizen zijn 80 meter diep waar het water vandaan komt. Nou ja, en ik dacht opeens, wat fantastisch, want er komt dus water van, ja, hoe weet ik veel, hoeveel, hoe oud, dat komt dan opeens mijn radijsjes besproeien. Want ik hoef dan ook een paar nachten helemaal niks te sproeien. Ik spaar mijn douche uit, af en toe, een paar dagen, om mijn tuin maar even te besproeien. Zo doe ik dat. En om mijn radijsjes te kunnen krijgen. Maar goed, hoe oud? Ja, je vraagt je eigenlijk gewoon af, hoe lang zit dat water daar al? Op dat punt. En wij zitten zelf op een laag. Als je bijna een meter spit, een gat graaft, dan zit je al op de leem. En een vriendin van mij is boomkundige. We hebben een keer onderzocht omdat we een kelder wilden. Nou, die leemlaag waar wij op zitten is ondoordringbaar. Maar ja, met boren kan natuurlijk alles. Ze zijn dus door die leemlaag heen gegaan. En je hebt niet één grondwaterlaag, maar je hebt meer grondwaterlagen. Hmm. En deze grondwaterlaag, die zit op 80 meter. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe oud het water is. Want ik vind dat wel een romantisch idee. Dat je dan echt water op je tuin krijgt van honderden jaren oud of zo. Ja, nou, als dat zo is inderdaad. Nou, ja, ik denk het wel. Nou, leuke vraag, Tineke. We hebben hem erbij gezet hier op het velletje met alle vragen die je gesteld zijn deze nacht. En we gaan kijken of de antwoorden komen. Ja, hey, en als ik nou besluit om naar bed te gaan, want ik heb een afspraakje morgenochtend. Ja, dat kan dus niet, hè? Kan ik dan nog terugvinden? Nee, je kunt altijd alles terugluisteren via nporadio1.nl/nachtzuster. Ja. Kun je alles elk uur terugluisteren, dus ook nachtzuster. Ik moet morgen om 9 uur in Groningen zitten, dus het gaat Oké. Nou ja, goed, maar ik kan je alleen maar het advies geven. Blijf zo lang mogelijk even maar wakker. Dit is mijn vraag en ik denk dat zoveel, heel veel mensen dan denken van, hoe oud is dat water? Nou, we hebben in ieder geval een mooie vraag gecreëerd. Dus dank je wel voor het bellen, Tineke. En een fijne nacht. Jij ook. Oké, dag. Ja, weer een leuke vraag. Ik zal even een paar vragen nog samenvatten wat er allemaal voorbij is gekomen deze nacht tot nu toe. We hadden natuurlijk de vraag waar we mee begonnen van Romeo. De geluiden uit de ruimte, het trompetgeschal, wat over de hele wereld wordt waargenomen. Heb je dat wel eens waargenomen en weet je wat het is of heb je daar een idee over? Dan hadden we een vraag van Marco. Die vraagt, ja, waarom kan de overheid aan cannabis verdienen, maar word ik uit mijn huis gezet als ik het kweek? En mijn vraag was dan ook, verdient de overheid daar wel aan? Het gaat om medicinale cannabis dan in dit geval. We hadden de vraag van Chris, waar is alle grond uit de Noord-Zuidlijn gebleven? Er zijn enorme stations en tunnels uitgegraven. Maar ja, dat zand en die modder en alles wat er is uitgekomen, ja, dat is ergens gebleven. Maar waar? Nou ja, 0800-1121. Tineke die vroeg, is de aarde geschapen of door God himself
of herself, dat moeten we maar afwachten. Of is er een Big Bang geweest met een evolutie? En Peter die vroeg die rode bal aan de hemel, is dat nou Mars of een andere planeet? En dan doelt hij natuurlijk niet op de maan, maar die andere rode bal die we wel eens aan de hemel zien af en toe. 0800-1121. Ferry, goeienacht. Goedemorgen. Of goedemorgen, dat mag ook. Ja, sorry. Ja, voor mij wel. Vertel. Ik had een vraagje over het gras en zo. Dat verdort allemaal. Mm-hmm. Dat gaat niet dood, maar het verdort en het wordt wat grijs en geel. Behalve het onkruid. Als je op de snelweg rijdt en je ziet die bermen, ja. Al het gras is helemaal geel geworden en die paardenbloemetjes en al dat onkruid, dat blijft gewoon groen. Ik vraag me af, hoe kan dat? Dat heeft toch ook geen water? Ja, nou ja. Ja? Zo hard naar je nekken rotspul dat het toch doorgroeit. Ja. Bij mijn thuis, zeg maar, op het gras speelt. Ferry, je weet, onkruid vergaat niet. Nee, ja, precies. Jawel, je zou toch zeggen dat waterpeil is gezakt en alles. Dus dat spul moet er ook doodgaan op een of andere manier, lijkt mij. Ja, ja, die kunnen blijkbaar heel goed of met weinig water toe of geen water. Ja. Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, nou goed, we zetten hem er ook bij. En nou ja, misschien is er een tuinbouwkweker of een landbouwer die daar alles vanaf weet. Want die heeft natuurlijk dagelijks met dat onkruid te maken. Die weet. Ja. Dat mag dat. Ja. Heb je zelf ook een tuin? Ja, zeker. Met een stukje gras en alles. En inderdaad, het is allemaal helemaal droog. Ja. Behalve die paardenbloemetjes en dat spul wat eruit komt, zeg maar. Ja, en laat je dat dan wel staan? Of, want er zijn mensen die laten het onkruid gewoon staan, hè, in de tuin. Ja, nee, in principe niet. Maar ja, er valt nou niks meer te doen, joh. Nee, oké. Okay. Dan eind van het jaar gaan we alles eruit halen en nieuw gras zaaien. We gaan kijken of er een antwoord komt, Ferry. Yes, ik wacht wel af. Dankjewel. Bedankt voor het bellen. Succes. Oké, okay, dag. Yo. 0800-1121 is het gratis nummer. Hier bij Nachtzuster op NPO Radio 1. We gaan even naar Daniel Loijs luisteren op het platteland. Ja, we zijn weer helemaal zen met Daniel Loijs op het platteland. Was dat van zijn album D. Was dat in 2014. Annemiek? Ja, ik kom terug op de vraag van Romeo. Over het trompetgeluid. Ja. Wat overal in de wereld gehoord zou zijn. Ik heb een vermoeden. Hij verwees naar NPO 1 radioprogramma. Annemiek, ik moet je even onderbreken. Kun je iets dichter bij de hoorn spraken? Want je telefoon is sowieso een beetje veel ruis. Mijn telefoon is heel oud. Vaste lijn en hij kraakt. Ja, probeer duidelijk te spreken. Ja, ik zal doen mijn best. Ja. Ik volg het laatste serie programma's Kijken in de Ziel. En in dat laatste programma van afgelopen maandag kwam een bevindelijke dominee aan het woord. En de vraag ging ook vooral over wat er na de dood gebeurt. En deze man wist in alle stelligheid te beweren dat er inderdaad geen redden aan was voor de ongelovigen. En dat alle tekenen erop wezen dat binnen afzienbare tijd het einde der tijden aangebroken zou zijn. En dit programma werd op dinsdagochtend in een forum op de radio besproken. Wellicht heeft Romeo dit gehoord. En dan komen we weer bij de Bijbel. En dan, ja, voor de bevindelijke is dat heel erg letterlijk. Maar voor de mensen die de verlichting serieus nemen, het wetenschap, zijn dit verhalen die mensen elkaar vertellen. Ja. Omdat ieder wezen over de hele wereld altijd de vraag gesteld heeft, wat is er na dit leven? En alle religies hebben daar zo hun eigen antwoorden op. En dat kwam aan bod in dat tweede deel van de laatste serie van Kijken in de Ziel, die afgelopen maandag op de tv te zien was. Ja, prachtige serie trouwens. Ja, ja, ja. En wellicht ligt daar de oplossing voor dit verhaal. En verder denk ik dat er in de Bijbel ook sprake is van bazuinen en van ramshoornen. Hmm. Dus men houdt daar nogal wat van blaasmuziek. Ja, dat constateren we wel inderdaad deze nacht. Ik ben ook dol op blaasmuziek van Geer Reinders. Ja, nou misschien gaan we die zo nog even draaien. Ja.
Dat is ook wel een toepasselijk nummer, inderdaad. Ja, ja. Ja. Blaasmuziek. Blaasmuziek, ja, ja, zeker. Ja. Vaak gedraaid hier op de radio bij Radio Tour de France. Ja. Heerlijk, ik ben een Limburgse en ik ken al die verhalen over en wat als er het einde is en wat was het begin. Die vragen stelt ieder kind zich. Wat was er in het begin? En wat komt? En waar is opa, nu die dood is? Waar is die? Nou, dat zijn menselijke vragen. Ja. Oké, okay. Dankjewel voor het bellen. Niets te danken. Oké, okay. Dan een fijne nacht. Dag. 0800-1121. Ik noem mijn telefoonnummer nog maar weer eens. Want ja, dat moet je nu even gaan bellen. Dan heb ik je misschien zo meteen aan de lijn. Zoals nu Marjolein. Hallo, met Marjolein. Dag Marjolein. Goedenacht. Hallo. Ik denk, ik bel toch een keer op. Want het is nu zo droog in Nederland en in heel zeg maar, Duitsland en overal. Ja. Wat ik doe is dus, ik word 70. En ik doe water in een beker. Ik ga mijn tanden poetsen. Mm-hmm. Ik ben klaar met... Hoor je mij dubbel of hoor ik mezelf dubbel? Heb je radio aanstaan? Ja. Zet hem even uit. Oké, ga even hem uitzetten dan, hè. Ja, maar we praten inmiddels gewoon intussen gewoon door. Je hebt water in een beker? Ja, water in een beker. Ik ga mijn tanden poetsen. Ik spoel mijn tanden met die beker water. Maar ik heb in die tussentijd geen water aanstaan. Oh, heel goed. Ja, ja, je verspeelt geen water. Ik verspeel geen water. Heel goed. En ik word 70 en ik heb mijn eigen tanden nog, dus dat heeft geen zin om de water te laten lopen. Nee. En wat is je vraag precies? Is dat een goed idee? Nou, mijn idee is, kunnen ze geen reclame maken? Wat zo gauw kan, een leuk filmpje op de televisie. En laten zien, mensen doen de kraanwater uit en pak een beker water. Dat doe ik al jaren. Ja, nou, ik vind het een goede tip inderdaad. Ja, ja, ik ben zo'n sneu type die inderdaad de kraan laat lopen tijdens het tandenpoetsen. Ja, het hoeft niet, hè? Nee, maar ik ga jouw tip opvolgen, denk ik, Marjolein. Ja, en heb ik er nog één voor je. Ja. Ik pak een lege fles, doe daar water in, leg hem in de koelkast. En als ik dus een thermokan, dat heb ik dus staan, een blauwe thermokan, daar doe ik dat koude water in en die zet ik op tafel. En iedereen vindt het heerlijk. Snap je hem? Dan vul ik de fles weer en leg ik in de koelkast. Dus ik hoef de kraan niet lang te laten lopen om een beetje koud water te hebben. Nou, ik vind het een goede tip. En zullen we ook gewoon aan de luisteraars vragen of zij misschien nog goede tips hebben om water te besparen, vooral in deze droge tijden? Ja, dat is een goed idee, hè? Ja. En inderdaad, een goede tip van jou. Misschien zijn er mensen die dit ook al jaren doen. En de vraag is dan van, nou ja, kunnen we daar niet met z'n allen promotie voor gaan maken? Ja, met z'n allen. Dat scheelt toch 17 miljoen mensen die tanden poetsen. Ja, dat scheelt een hoop liters water op jaarbasis. Ja, oké. Oké, okay, Marjolein, dank voor het bellen. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. En een hele fijne nacht. Ja, waterbesparende tips. We zetten de vraag er gewoon bij. Ik heb het een beetje zelf gestuurd, maar die vragen zetten we er gewoon bij. Hoe bespaar jij water? Doe je dat überhaupt? Vind je dat het nodig is? Nou, laat dit soort dingen ook even weten. 0800-1121. Of even een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. We gaan even naar het nieuws en zometeen weer terug met Nachtzuster. Nachtzuster, een programma van Max. Ik vraag natuurlijk altijd om iedereen om te bellen via 0800-1121. Dat is het leukste, want het is een radioprogramma. Dus ik zoek bellers en ik zoek weer nieuwe vragen. Maar je kunt ook een appje sturen naar de NPO Radio 1 app, zoals Hans. En die heeft ook een vraag ingestuurd via de NPO Radio 1 app. Die zegt, ja, ik ben onlangs met een collega naar de Hortus in Amsterdam geweest. En ik heb daar een Japanse noordboom gezien. Ik vermoed dat het notenboom is, maar goed, dat even terzijde. Een prachtige boom van een zeer oud ras, wat tussen de naaldboom en de loofboom in zit. Er zijn vrouwelijke en mannelijke bomen van dit soort. Maar hoe kun je het onderscheid zien? Met andere woorden, wat zijn de kenmerken van vrouwelijke en mannelijke bomen van dit soort? En dan gaat het dus om dit Japanse notenboom, denk ik. Iets wat tussen de naaldboom en de loofboom in zit. Kun je die kenmerken zien? Nou, weet je daar alles over? 0800-1121. En Petra die stuurde ook een appje. En die kwam met een waterbespaartip. Die zegt, als je gaat douchen met koud water, kun je dat opvangen in een emmer tot het warm wordt. En hiermee kun je dan bijvoorbeeld het toilet weer doorspoelen. En dat scheelt minimaal 5 liter water. Nou, dat is toch ook weer een tip die je zo even meeneemt hier op deze
mooie en iets wat warme donderdag op vrijdagnacht. We gaan maar weer eens naar een beller toe, want er hangen er al een paar en die zitten al even te wachten. Bijvoorbeeld Margriet. Ja, goedenavond. Ik heb ook een waterbesparende tip. Dat is als je aardappels kookt of groenten kookt of de eieren kookt, dan heb ik in de keuken altijd een emmer klaarstaan. Ja. En dan giet ik in die emmer de aardappels af en de groenten af en de eieren. Dat water giet ik dan ook in die emmer. Dat wordt vanzelf koud en dan gooi ik dan de planten in de tuin. Ook de koude thee die overblijft, gooi ik ook bij de planten in de tuin. En heb ik een antwoord op het onkruid. Als je paardenbloemen hebt, als je die uitsteekt, dan moet je eens kijken hoe lange wortel je dan hebt. Ja. Over het algemeen hebben onkruiden veel diepere en langere wortels dan gras. En dan heb ik ook nog een vraag. Ja. Rode wijn wordt, als je in een chic hotel bent, in een groter glas geschonken dan de witte wijn. De witte wijn wordt doorgaans dan in een kleiner glas geschonken. Waarom is dat? Nou, dat is een goede vraag. Het is inderdaad zo, ja. Dat is een groter glas, inderdaad. Tenminste, als je in een beetje een goed restaurant zit. Ja, ja. We zetten hem erbij, Margriet. Ik vind het een mooie vraag, inderdaad. Weer. En dank voor je antwoorden. Je waterbesparende tips. Ja, graag gedaan. En het bad. Mijn zoon was laatst bij mij aan het logeren. Met zijn kinderen en zijn vrouw. En die kinderen wilden dan altijd heel graag in het bad. Nou, ze mochten geen zeep gebruiken van hem, want die is helemaal op de zuinige toer wat dat betreft met die droogte. Toen heeft hij, ik weet niet hoeveel emmers water uit het bad geschept om in de tuin te brengen. Ik zeg, nou, zo, dat hoeft nou wat ook schattig. Niet. Maar dat heeft hij wel gedaan. Trap op, trap af. Emmer voor emmer. Ah. Oh. Wat leuk, wat lief, wat lief. Lief ja, vooral. Er zijn genoeg mogelijkheden om zuinig om te gaan met water. Ja, ja. Nou, ja, we gaan kijken of er nog meer waterbesparende tips binnenkomen. Maar dit vind ik al hele, hele leuk in ieder geval. Goed zo. Succes met het programma. Dank Margriet en een fijne nacht. Ja, bedankt. Dag. Dag. Marley. Hoi. Dag Marley, hallo. Je hebt ook een waterbesparende tip volgens mij. Ja, want ja, wat ik nooit zo goed snap is, nu gaan we, hebben we het over water opvangen of zo. Maar waarom hebben we daar nooit met de bouw rekening mee gehouden? Dat als je huizen bouwt, dat je op een gegeven moment, wij spoelen onze wc door met kraanwater. Wat we eigenlijk ook drinken. Waarom doen we dan niet gewoon met regenwater? Want soms dan krijg je aan de ene kant krijg je wateroverlast. Dan kunnen we het ook bufferen en kijken hoe dat we daar de wc mee doorspoelen. Of dat we dat filteren en kunnen douchen of zo. Ja, je moet wel weer een heel nieuw buizensysteem aanleggen natuurlijk daarvoor dan. Ja, maar waarom is er nooit over nagedacht om dat op die manier te doen? Want in sommige landen in Europa is dat al zo. Als je naar Zuid-Frankrijk gaat, dan kom je op sommige plekken en dan hangt gewoon een bordje. Dit is niet om te drinken, dat is alleen maar om te douchen of om je wc door te spoelen. Dus waarom hebben we er nooit aan gedacht? Bij ons. Nou ja, regen hebben we genoeg, dus daar ligt het niet aan. Nee, nou precies. Ja. En dan denk ik van ja, als je dat dan buffert, waarom daar. Hè, we zijn nu bezig met huizen, nieuwbouwhuizen, die moeten dan het gas af en daar moet van alles mee, maar dan denk ik van ja. Waarom niet gewoon bufferen? Ja. Waterbufferen. Ja, nou ja, en als je alle berichten hoort over het feit dat we steeds meer droge zomers krijgen, dan kan het wel een uitkomst zijn voor eventueel toekomstig watertekort. Zou ik denken. Ja. En ook wat voorkomt dat je water moet gaan zuiveren. Ja. Al heb je natuurlijk in een droge zomer moet je dat natuurlijk wel weer gewoon aanvullen met een andere water. Want anders dan heb je nog steeds niks om door te trekken natuurlijk. Nee, maar we moeten eens kijken wat er in de winter naar beneden valt. Wat allemaal het riool spoelt. Wat allemaal weggaat. Maar jij zegt van dat moet je dan opvangen en gebruiken in de winter. Of in de zomer. Bijvoorbeeld. Ja. Of het op een andere manier bufferen. Gewoon sowieso op een andere manier met drinkwater omgaan. Ja. Die hele zuivering van water, hè, wat jij drinkt. Ja, datzelfde water, dan kuil je ook door de wc om de boel mee weg te spoelen. Ja. Dan denk ik, ja, dat. Ja, nou, misschien zijn er mensen die zo'n systeem wel hebben in hun huis. Ik sluit niet uit dat er wel huizen zijn of flatsgebouwen waar dit al gebeurt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, bij particuliere huizen. Ik weet toevallig een vriend van mij die heeft zelf zo'n systeempje gemaakt. En dat werkt als een dolle, want die heeft een aantal tanks leidingwater of regenwater wat hij opvangt, via grote.
En die heeft ook een zo'n vlodder aangepast dat de wc feilloos overslaat als die, die voorraad op is naar leidingwater. Maar dat duurt heel lang. Alleen ja, nu stond hij wel droog. Hè. Deze zomer is het wel, moet het wel aangevuld bij hem. Ja, we moeten alles aanvullen. Want het is. Nou, de nood is niet hoog. Dat is een beetje te ferm gezegd. Maar ja, het is wel alle zeilen bijzetten in ieder geval. Het is alle zeilen bijzetten, dat klopt. Alleen ja. Dan denk ik van dan ben je al waterbesparend bezig. Op het moment dat je het regenwater wat nu verspild wordt. Al opvangt met. Hè, als buffer voor de droge zomer. Ja, denk ik. Nou, we zetten deze tip erbij, want dat mag ik toch wel zo zeggen. En inderdaad de vraag van waarom dat niet vaker gebeurt. Ja, en ik heb voor Margriet nog best wel het antwoord op de rode wijn. Oh ja. Rode wijn heeft een neus. En dat betekent dat je rode wijn moet je vooral ruiken. En witte wijn heeft minder geur, maar rode wijn heeft heel veel geur. En het grote glas houdt de geur vast. Dus als je dan even draait met je glas, dan komt de geur vrij van de rode wijn en dan kun je hem beter... proeven. Want de helft van de smaak komt door je neus met wijn. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt heel logisch. Dat hoop ik. Ja, dat is vaak al de helft van het antwoord. Als het heel logisch klinkt, dan zit er altijd wel een soort basiswaarheid in. Maar nou ja, we gaan kijken. Als mensen daarop willen reageren, dan mag dat. Hè? 0800-1121. Maar ik vind het al een hele goede... ik vind het een heel plausibel antwoord, laat ik het zo zeggen. Nou, misschien klopt het wel gewoon en zetten we er een krulletje bij. Marley, dank je wel. Oké, fijne uitzending. Dank je wel en een hele fijne nacht. Ja, 0800-1121. Ik riep het nummer al. Ik roep dat de hele nacht. Maar dat doe ik met de reden. Dat is omdat ik wil dat jij gaat bellen hier naar de studio. En heb ik je zo aan de lijn. En dan heb ik hopelijk heb ik er wat aan. Als jij een mooie vraag hebt of een antwoord. En we gaan naar Hans. Ja, goeiedag. Ben jij de Hans van de Vraag zojuist op de NPO Radio 1 app? Heb ik het goed voorgelezen? Want... Ja. Nou, het punt is namelijk, het is ook het volgende. Ik ben met een collega onlangs naar de Hortus geweest in Amsterdam. Een hele oude tuin van een paar honderd jaar oud. Ja, mooi. Ja. En daar liet hij onder andere de zogenaamde Japanse notenboom zien. Dat is een heel oud ras. Mm-hmm. En die notenboom die zit als het ware tussen de naaldboom en de loofboom in. En dat zie je aan de verkleving in, dus ook in de bladeren. Mooi. Met een heel fijne nerf en dergelijke. Ja. Nou, die notenboom, dat is een geweldige boom. Die notenboom die heeft een zogenaamde mannelijke en een vrouwelijke versie. En nou ben ik razend nieuwsgierig... hoe je nou precies dat onderscheid kan zien. Ja, geen idee, Hans. Ik ben heel benieuwd. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja. Het is echt een pracht... Nou, tenminste, ik zag hem daar in die Hortus. Het is geweldig om die boom daar te zien. En ik ben er echt nieuwsgierig naar. En daar had ik wel van een aantal mensen van die Hortus gehoord... dat dus voor de Hortus dat daar ook heel... wat je hebt dat bepaalde plantsoentje daar. Waar ook dat monument van. Waarschijnlijk nog dood. Of nee, hoe heet het nou? Dat Holocaust monument daar. In ieder geval dat plantsoentje. En daar staan ook een paar van die bomen. Wij zitten zoeken en we konden het niet vinden. Mm. Dus vandaar dus nou deze vraag. En die boom, is die, groeit die gewoon buiten of staat die in een kas? Want kan die in het Nederlandse klimaat... Nee, hij staat gewoon buiten. Oké. Okay, dus hij staat gewoon buiten. Dus die kan gewoon overleven met dit klimaat wat we hier hebben? Oké. Okay. Ja. Maar goed, jouw vraag is, vrouwelijke en mannelijke kenmerken, hoe zien we die aan, niet in dit geval deze boom? Of mag het ook boom in het algemeen zijn, volgens jou? Nou, het gaat met name om die ene boom, zodat je ze ook echt daar op zoek kan, bij wijze van spreken. Ja, de Japanse notenboom, hè, gaat het dan om? De Japanse notenboom. Yes, oké. Okay. Nou ja, we hadden hem net al, ik had hem al even kort genoemd van de app, maar nu heb je hem nog duidelijk herhaald. Dus we gaan kijken of er een antwoord komt. Ja, nou, ben benieuwd. Nou, we hebben hele pientere luisteraars hier bij Nachtzuster. Dus ik weet zeker dat er een antwoord gaat komen. Dank je wel voor het bellen. Oké. Oké, dag Hans. Ja, oké, dag. We gaan naar Branko. Goedenavond. Of ja, goedenacht. Zeg ik het verkeerd, Branko? Nee, je zegt het. Oh, je lacht zo alsof ik iets verkeerd zeg.
Ja, nee, ik moet eerst 20.000 keer naar jullie bellen, naar de radio, want het nummer die kwam op een of andere manier, kwam ik er niet door. Oh. Nou, je, het, de aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Ja, uiteindelijk wel, want ik zag ook jullie onderwerp over waterbesparing. En ik heb zoiets, er zullen vast wel mensen die nou luisteren een waterbed hebben, maar die beseffen niet hoeveel water in zo'n waterzak zit. En heel veel mensen gooien het of in het toilet, ze hangen de slang in een badkuip. Maar als je nou die slang uit het raam gaat hangen en je koppelt daar nog eens een noem je dat, een douchekoepel aan vast in zo'n slang, dat kan. Ja, ja, met de Action doe je er gewoon een tijgripje eromheen. Nou, ik kan je garanderen, dan kun je de hele tuin mee besproeien als je een beetje handig bent met een tuinslang. Zo, ja, heb ik het gedaan, want ik heb in de zomer ook meerdere keren mijn water leeggemaakt. Dan heb ik dat gewoon over de droge aardappelen en zo gedaan. Ik heb een moestuin. En in zo'n waterzak veroorzaakt ook algen. En daar moet je de water met regelmatig wel zuiveren met nieuw water. En die algen is weer goed voor de plant. Ja, ja. En dat is net zoiets als je met een raam hangt en je hebt ongeveer een verdieping of 3 hoog. En je hebt kinderen onder, die kunnen in de zomer met 30 graden kunnen ze lekker onder die sproeien gewoon lekker staan genieten. Dat is ook weer leuk. Dat is leuk speelgoed, kost het geen water. Dan heb ik nog een tip voor mensen die koken. Als je eieren afgekookt hebt en je laat ze afkoelen, kun je ze een plant geven. Dat is goed voor de plant, zit ijzer in. En eiwitten. En voor aardappelen, groenten en dat soort gekookte materiaal kun je afzetkoelen en aan je hond geven. Het is echt bewezen dat een hond daar betere vacht van krijgt, betere sterke botten van krijgt, omdat er heel veel vitamine in zit. Hmm. En als je hond knoflook geeft, dat is ook een goede tip. Dan hoef je, heel veel mensen kopen van die pipetjes. Die kosten 45 euro voor tegen teken en vlooien. Maar als jij schapenvet haalt, die kost 5 euro. En je geeft de hond elke dag 2 keer schapenvet. Dan heeft hij nooit gelast van teken, weder van vlooien. Want die kunnen niet tegen knoflook. Dat heb ik al eens verwoord, ja, inderdaad. Nou ja, dat is ook weer een totaal andere tip. Maar nou ja, die zetten we er gewoon even bij. Dankjewel. Branko, dankjewel voor je tip. En, ja, gedaan. En volgens mij ben je onderweg nu. Zit je in de vrachtwagen? Nee, ik zit in een taxi. Ik moet in een klant bepalen. Tilburg, die gaat naar de airport in Eindhoven. Ah, oké. Okay. Nou, dan wens ik je een veilige rit. Oh ja, ik heb een oortje en Bluetooth. Dus in dat geval, mocht ik nog een tip hebben, bel ik om weer terug. Heel goed, heel goed. Doe dat ook vooral. Want, of als je een nieuwe vraag hebt, als je iets op de snelweg ziet waar je het fijne van wil weten, bel het ook even door. Ik heb wel een vraag. Oh. Nou, dat mag. Ja, ja, dat is misschien die tijd er nog niet voor, maar waarom noemen ze pepernoten pepernoten, terwijl er geen peper in zit? Oh, dat is inderdaad wel even schakelen naar een ander jaargetijde. Ja, klopt. Ja, dat vroeg ik me altijd al af. Ja, wel grappig. Dat op de chat werd er eerder vanavond ook al over pepernoten gesproken. en nu begin jij er ook over, dus ja. Pepernoten, waarom worden die dingen zo genoemd? Ik kan me niet voorstellen dat deze vraag nooit voorbij is gekomen in dit programma, maar daarom toch nog leuk om hem een keer te stellen. Vooral nu misschien juist wel leuk in dit jaargetijden. Ja, ik vind het gewoon raar, want er zit niet eens peper in. En even een winterse vraag tussendoor, ook altijd leuk. We zetten hem erbij, Branko, en dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Oké. Okay. Heel bedankt. Dag. 0800-1121. Vragen en antwoorden zijn welkom hier bij Nachtzuster op NPO Radio 1. De Dire Straits waren dat. Water of Love. Want we hebben het veel over water deze nacht. We zoeken tips om water te kunnen besparen. Nou, doe je bijvoorbeeld iets in het dagelijks leven om een paar liter water per keer dat je iets doet te besparen? Al zijn het maar hele kleine beetjes. Die kleine beetjes die helpen heel vaak. Heb je zo'n tip? Bel ze dan even door. 0800-1121. Maar vooral, nieuwe vragen zijn altijd welkom. Via dat telefoonnummer of via de NPO Radio 1 app. Onder andere ook een vraag van Hans. Die stuurde ons een vraag via de NPO Radio 1 app. En die ga ik even voorlezen. Hans die zegt, ik heb een vraag over de Tour de France. Ben je een beetje te laat, Hans? Maar goed, we zetten hem er toch bij. Maakt allemaal niet uit. Hij vraagt, waarom fietsen de wielrenners na de wedstrijd nog op een home trainer? Waarom is dat? Ja, zie ik ook regelmatig, ja. Nou, waarom doen ze dat? Moeten ze eventjes uitfietsen? Moeten ze even de spieren nog even rustig laten afkoelen? Waarom zitten ze op zo'n home trainer na een etappe? 0800-1121. We gaan naar Jan, want die heeft gebeld. Dag Jan. Goedemorgen Jan, Ron met Jan van der Meulen. Ja Jan, hallo. Ik heb net een...
Ik zit net in mijn glas te kijken. Ik heb het half vol geschonken met mineraalwater. Dat is beter dan half leeg. Is dat geen besparing? Half vol schenken. Ja. Oké, ik heb een vraag, maar ik wil even iets zeggen over die vraag van Romeo. In het begin over die trompetgeluiden. Kennelijk heb je iets niet meegekregen, wat ik me kan voorstellen. Er was eerder deze week een nachtprogramma op deze zender. Hmm. En dan kon je ook inbellen. En ik weet niet welk programma het was, dat hou ik niet echt bij. Maar er werd waarschijnlijk een bepaald thema aan de orde gesteld. Dan kon je dan over bellen. En dan bellen ze mensen die beginnen dan over iets heel anders. En toen was er een man die belde en die zei, toen hij thuis kwam die avond of een avond ervoor of zo, toen had hij s'nachts trompetgeluiden uit de hemel gehoord. En dan vroeg ze af, wat kan dat zijn geweest? Hm. En ik heb niks gehoord over wereldwijd. Dat kan natuurlijk niet. Als ik thuis kom, dan kan ik niet horen wat er in Tokio gebeurt of zo. En toen vroeg de presentator, geloof ik ook nog aan het eind van, had je misschien niet te veel gedronken? Dus dat is de oorsprong van de vraag. Oké, okay, nou ja, goed. Ik heb wel even zitten kijken op het wereldwijde web. En daar kom ik wel tegen dat er in ieder geval een paar jaar geleden fanatiek is geschreven over dit soort geluiden die ja, over de hele wereld zijn waargenomen. Dus het is niet iets lokaals in ieder geval. Ja, maar goed, ik denk dat dit de oorsprong van de vraag van Romeo is dat hij dit ook heeft. Goed om te weten. Maar goed, ik heb een vraag die gaat over het volgende. Ik ben geabonneerd op een krant uit het noorden van het land, dat is de Leeuwarden Courant. Ja. En ik heb de papieren versie, dus die wordt elke dag over de post naar me toegestuurd. Mm-hmm. Dus ik krijg 5 keer per week heb ik een krant in de bus, van de voorafgaande dag. En op dinsdag heb ik 2 kranten, namelijk die van de zaterdag ervoor en van de maandag ervoor. Want op maandag hebben we geen postbezorging meer. En dat gaat nog wel eens fout. En ik kan niet zeggen dat het vaak fout is. En wat er dan wel gebeurd is, dan... Weet je het nog? Jazeker, ik zit aandachtig te luisteren. Ja, nee, ik hoor een piep toch. Maar dat gaat wel eens fout. En dan wacht ik meestal een paar dagen. Want anders dan bel ik de krant op en dan laat ik hem nabezorgen. Hmm. Maar het gebeurt wel eens dan... dan kijk ik hem 1, 2, 3 dagen later of zo. Hè. En waar die krant dan in tussentijd is geweest, dat weet ik niet. Het kan zijn dat hij bij iemand anders op hetzelfde huisnummer wordt bezocht in een andere straat. En dat ze hem daar lezen en dan een paar dagen later alsnog bij me door de bus doen. En verder dat het met allerlei feestdagen fout gaat. Hè? Met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Goeie Vrijdag, Kerstmis, Oud en Nieuw. Dat kan ik me voorstellen. Met 4, 5 mei, met Koningsdag. En op de dag dat de Elfstedentocht wordt gereden. Dat snap ik allemaal, daar leg ik me dan neer. Maar de afgelopen week, dan liep het echt de spuigaat uit. Ik heb de krant van afgelopen donderdag, van vorige week donderdag moet ik zeggen, die heb ik niet ontvangen. De krant van vrijdag heb ik wel ontvangen op zaterdag. En de krant van zaterdag en maandag, die had ik op dinsdag moeten ontvangen. En die heb ik ook niet ontvangen. Dus ik wacht nu deze week af en dan ga ik maandag met de krant bellen of ze die 3 kranten willen nabezorgen. Maar mijn vraag is, hoe kan ik dit nou eens goed aanpakken om te voorkomen dat het weer gebeurt? Want ik denk wel dat het iets met menselijk gedrag te maken heeft. Dat er misschien een kijk, als ik het postbedrijf bel, die zeggen, ja, het ligt aan de krant. En als de krant bel, die zegt, het ligt aan het postbedrijf. Nou, dan kom ik geen steek verder mee natuurlijk. Nee. Maar ik was wel ziek van zo langzamerhand. Ja, ik heb het idee, maar dat is misschien. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik heb soms het idee. Misschien ben ik op dat moment de enige in de straat waar een stuk post moet worden bezorgd. Dat die besteller denkt, nou, weet je wat, dat doen we morgen wel. Misschien typen die krant wel ergens in een afvalbak, weet ik veel wat. Dus mijn vraag is, hoe kan ik het nou eens goed aanpakken? Heb je het wel eens met de buren erover gehad of zij ditzelfde probleem ook hebben? Nee. Ik ontvang wel eens post van andere mensen, dat is wel eens gebeurd. En dat gebeurde vroeger vaker dan nu, moet ik zeggen. Vroeger, ja, een half jaar geleden. Maar ik heb het een paar maanden geleden nog gehad. Toen had ik een brief van de Belastingdienst. En die was voor iemand anders in een andere straat op hetzelfde huisnummer. Dus heb ik dat toen naartoe gebeld. Ik had hem ook wel opengemaakt. En toen zag ik dat hij niet van mij bestemd was. Toen ben ik naar die mevrouw toegegaan om te zeggen, ja, die was niet van mij bestemd. En ging trouwens om een betaling. Ik heb erbij gezegd, ik ga het niet voor je betalen. Ja. Maar goed, het is een probleem wat vervelend is, want je betaalt er wel voor en je wil gewoon een krant ontvangen, ja. Dat is duidelijk. Maar je woont wel in een straat met veel buren, even om de situatie goed te schetsen. Ja, er wonen wel buren, maar ja, ik vond dat veel zinniger om met de buren te gaan praten dan zelf te gaan praten. Misschien kun je het balletjes opgooien van, dit heb ik af en toe, hebben jullie daar ook wel eens, zonder dat je de buren dan gelijk de schuld geeft. Ik heb aan de krant ook wel eens gevraagd, dat gebeurt er vaker. Ja, ze krijgen wel eens vaker een klacht. Ja. Hoe vaak is dat? Kun je daar wat mee? Het is zo'n vraag waar je niks mee kunt. Hè? Je zit een beetje tussen het wal en het schip, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou goed, jij wil tips om goed beslagen ten ijs te komen als jij straks weer met die krant gaat bellen. Ja, hoe moet ik dat doen? Ik denk erover om volgende week maandag de krant te bellen. Als ze dat nog niet ontvangen hebben, ga ik de krant bellen. Dan ga ik de krant een brief sturen. Want ik heb vandaag met een vriend gebeld die zei, ja, dat is ook een beetje het probleem van die krant. Die moeten dan actie ondernemen, maar of dat juridisch zo ligt, dat weet ik niet. Het is een typische Ruben-vraag natuurlijk. Maar ja. ik heb geen zin
in een ontzettend heen en weer gestel dat ik een kastje naar de muur wil sturen. Dat ik gewoon niet op te wachten. Ja. En uiteindelijk, ja, als ze doorgaat, dan zet ik de klant op en dan moet ik maar een keer op de digitale toer gaan. Dat ziet er toch van gebeuren. Het gaat gebeuren, maar toch ben ik nog niet. Jan, je probleem is duidelijk. We gaan kijken of er mensen zijn die jou raad en daad kunnen geven in hoe je dit zou kunnen aanpakken om de kranten ervan overtuigen dat dit toch wel een probleem is waar ze nou serieus naar moeten gaan kijken. Oké, bedankt. Oké, Jan. Fijne nacht. Dag. 0800-1121. Tips voor Jan over de krant die maar niet aankomt. We gaan naar Dave. Goedemorgen. Dag Dave. Dave. Hoi. Hallo. Hey, zou ze luisteren? Sorry? Zou ze luisteren? Zou ze luisteren? Oh, Astrid. Ja. Nou, ik denk dat die gewoon lekker in de mandje ligt. Want die geniet nu van een welverdiende vakantie. Oh. Misschien dat ze nog terug gaat luisteren. Nou, oké. Okay. Nou, goed. Mijn vraag is... we hebben het uiterste hittepunt, zou ik maar zeggen... En een uiterste koude punt, de min zoveel graden en zo. En dan vroeg ik mij ineens af van wat is het maximale toerental wat of er ooit bereikt is? Qua temperatuur heb je het over? Niet qua temperatuur, toerental, ronddraaien. Oh, sorry. Ja, oké. Okay. Ja. Toerental. Dus je hoeft niet per se in een motor te zijn of zo, maar... Ja, ik vroeg mij af van wat is het maximale wat of er ooit bereikt is qua toerental. Een toerental, ja, oké. Okay. Nee, ik dacht dat we even over de temperatuur, dat we daar verder op zouden gaan, maar dit is... Want als je dat, ik weet dat niet precies, ja. Maar als je bijvoorbeeld van de hitte hoort, dat is meer dan een miljard graden volgens mij. Nou. Heb ik ooit eens gehoord. Ja, echt waar. Hmm. Echt waar. In ieder geval meer als een miljoen graden. Nou goed, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. En ja, wat voor een nut alsof dat zou hebben. Hè? Waar dat voor gebruikt zou kunnen worden. Dat... Ja. Maar goed, jouw vraag, het toerental. Ja, ik vind het toch wel praktisch om het dan misschien toch bij een motor te laten. Want dat maakt het wel heel praktisch, het antwoord. Ja, nou ja, dan kom je natuurlijk in bij zo'n straalmotor, zo'n straaljagermotor, kom je dan uit. Of een raketmotor. Ik weet het niet. Maar ja, dat weet ik ook niet. Dus... Ja, het toerental. Hoe hoog kan dat worden? Nou, dat gaan we eens uitzoeken vannacht. Oké, okay, en ik had nog iets. Dat is eigenlijk meer een klacht eigenlijk, maar hoe je dat kan aanpakken ook. Dat sluit ik eigenlijk aan op de vorige. Ik ben 2 meter 10 lang. Mm-hmm. En ik ben invalide en ik ben blind. En nou... kom ik in het ziekenhuis en de stoelen die er staan. Het is allemaal zo onverantwoordelijk voor mij om daar vanuit op te staan en niet te gaan zitten. Mm-hmm. Hoe kan ik dat aankaarten dat er veilige stoelen... En de veilig zitmeubilair voor lange mensen vind je dat we in bijvoorbeeld openbare gelegenheden zouden beter meubilair voorhanden moeten zijn om jou goed te kunnen laten zitten? Ja, veiliger. Ik moest plaatsnemen achter een... sorry. Ik moest plaatsnemen achter een fotoapparaat om foto's te nemen van mijn ogen... En dan komen die meiden die komen met een gammel bureaustoeltje op wieltjes komen ze aanzetten. Hmm. En dan moet je dan op gaan zitten. Nou, de kans is erg groot dat ik
dat het fout gaat en dat ik val. En als ik val, dan breek ik wat. Maar er wordt... Ik loop altijd aan te vloeken en te tieren natuurlijk. Maar hoe krijg je dat... Hoe krijg ik nou eens voor elkaar dat daar verantwoord... Meubilair aangeschaft wordt? Ja. Nou Dave, we zetten ook deze vraag er weer bij. We hebben dus de vraag van het toerental en van het geschikte veilige meubilair. Die vind ik eigenlijk belangrijker. Oké. Nou, maar we hebben ze allebei gewoon opgeschreven. Want ik weet zeker dat er veel meer mensen daar ook klachten over hebben. Ja, nou ja, het is een goede vraag. Want je ziet bijvoorbeeld wel, ook in openbare gelegenheden voor kinderen, van die kleine stoeltjes. En dan wordt er altijd heel erg op veiligheid gelet. Ja. Maar ja, ook voor lange mensen moet er wat zijn. Het is allemaal 30, 40 centimeter van de grond af. Maar hoger is ze niet. Jij hebt er echt last van in ieder geval. Ah, oké, we gaan het horen, denk ik. Dave, dankjewel. Ook ik. En een fijne nacht. Dag. Hoi, hoi. 0800-1121, dat is het nummer wat je nu kunt gaan bellen om antwoord te geven op deze vragen of andere vragen of een vraag te stellen. Zoals bijvoorbeeld Henny, dat ook heeft gedaan. Henny? Ja? Een goeie nacht. Goeiedag. Met de nachtbroeder, waarmee kan ik je helpen? Nou, jij kan mij niet helpen. Ik heb een tip voor het besparen van water. Kijk. Dat doe ik altijd al. Ja. Als ik ga douchen heb ik niet gelijk het water op temperatuur. Dat heeft niemand, denk ik. En dan hou ik er een emmertje onder tot het water wel op temperatuur is. En met dat emmertje water spoel ik mijn wc door. Dat doe ik altijd al jaren en jaren. Dan als mijn vloer schoongemaakt wordt, dan worden daar 3 emmertjes water voor gebruikt. Die gaan niet door de wc gespoeld worden, maar die bewaar ik in de douche totdat de wc doorgespoeld moet worden. En zo bespaar ik al jarenlang water. Wauw, het is... En dat doe ik niet omdat het nu een droge zomer is, maar dat doe ik omdat in vele landen mensen uren moeten lopen voor een beetje water. Dus het is meer een principe kwestie als een bespaarkwestie. En het is er ook gewoon ingesleten in je dagelijkse patroon. Ja, dat hoort bij mij. Ja. Ik heb 1 keer in de 2 weken heb ik hulp. En als ik een nieuwe hulp krijg, is een van de eerste instructies die ik haar geef. Als je de huiskamer gedaan hebt met een emmertje water. Met vuil water kun je niet de rest van het huis schoonmaken. Dus moet je nieuw water pakken. Maar gooi het niet door de wc als dat niet nodig is. En is dit een instelling die je van jezelf hebt? Of ligt het ook misschien in je opvoeding? Hebben je ouders verteld van wees zuinig met water? Ja, nou ja, ik weet dat in de hele wereld moeten de mensen zuinig zijn met water. Als het er al is, want heel vaak is het er gewoon niet. En dan moeten de mensen uren lopen, dan denk ik. En wij spoelen het zomaar weg. Ja. Water wat al gebruikt is, hè, dus om de vloer schoon te maken, spoelen we zomaar weg. Nee, dat kunnen we nog gebruiken. Ik vind het een mooie. Het zijn mooie eigenschappen. Mijn hulpen staan er wel eens raar van te kijken. Oh, nou, dat snap ik wel. Zo, ja. Maar goed, het is een kwestie van aanpassen. Ik bedoel, ze zijn bij jou in dienst. Dus, of tenminste, ze zijn bij jou in huis. Daar heeft ook niemand moeite mee, hoor. Tenminste, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Ik zeg altijd: zet het maar gewoon in de douche neer. En als ik een plasje gedaan heb, dan hoef ik daar toch een hele bak water voor te gebruiken om het weg te spoelen. Ja. Gewoon dat emmertje wat al gebruikt is, daar spoel ik dat mee door. Ik dank je voor het bellen en bedankt voor je mooie tip. Nou, graag gedaan. Oké, Henny, een hele fijne nacht nog. Dank je wel. Oké, dag. We gaan naar Rudy. Ja, ik had denk ik wel een antwoord van de vraagsteller betreffende de oranje bal in het noorden. Ik vermoed dat de vraagstelling noord en zuid verwisseld heeft. Ja. Want om 2:30 stond Mars keurig rood pal in het zuiden. En andere rode objecten zijn er volgens mij niet te beleven aan de hemel. Nee. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Dat was zeker de planeet Mars. En ook geen andere mogelijkheden. Ja.
Ja, Kees had dat ook al gecorrigeerd net via de NPO Radio 1 app. Die zei ook inderdaad, het moet het zuiden zijn. En Mars inderdaad. Nou ja, mooi dat we af en toe een mooi zicht hebben op die bijzondere planeet. Ja, hij vergezelt me elke avond als het helder is, als ik mijn hond uitlaat. En dan zoek ik hem altijd even op. En dat is leuk. En vroeger op de avond zijn er ook nog meer planeten te zien, maar die zijn nu al lang onder. Maar de maan is nog wel heel mooi zichtbaar, half in het oosten. Sta je er vaak naar te kijken? Wat? Kijk je vaak naar de hemel, naar hemellichamen en planeten? Ja, ik vind het altijd wel leuk om dat even op te zoeken welke er nou weer verschijnen en niet. Venus is even zichtbaar aan de westelijke hemel, maar dat duurt maar heel kort. En dan zijn verder Saturnus en Jupiter, die zijn wat langer te zien, maar die zijn inmiddels ook al eronder. Goed, dat gezegd hebbende, we gaan er wat vaker naar de hemel kijken. Ja, dat in de stad lukt dat natuurlijk niet, maar ik woon op een dorpje en dan heb je nog wel eens vrij zicht. Nou, ik woon in de stad en daar doe ik het ook wel eens hoor. Dus daar heb je ook wel nog mooi zicht op de hemel regelmatig. Ja, dat lukt nog wel. Ja, zeker. Verlichting en de... Onderschat het niet hoor. Ja, maar ja, vaak staan er daar gebouwen in de weg en zo. Dat kan inderdaad. Ja. Rudy, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. En een hele fijne nacht. Ja, dag. Dag. Ja, zo simpel kan het zijn. Wat zien we daar toch aan de hemel? Het blijkt Mars. Nou ja, dat hebben we dus afgestreept. Nieuwe vragen zijn welkom via dat bekende nummer wat ik al de hele nacht roep. 0800-1121. Dit zijn The Waterboys. The Hall of the Moon, dat zongen The Waterboys. Je luistert naar Nachtzuster. Als je denkt, wat klinkt Astrid mannelijk opeens... Dan moet ik je teleurstellen, want Astrid is er niet. Die is gewoon op vakantie. Dus ik hou de stoel warm met Nachtbroeder deze nacht. Zo mag ik het toch wel noemen. Maar verder blijft alles hetzelfde. Via 0800-1121 ben ik op zoek naar leuke vragen. En dan daar weer het antwoord op. En als je niet belt, maar een appje stuurt naar de Radio 1-app... dan komt het ook bij mij terecht en kan ik hem ook stellen. Hoop ik wel dat de antwoorden in ieder geval via de telefoon komen. Want ja, we maken een radioprogramma. Branko, die we net ook aan de lijn hadden volgens mij... die stuurt nog even een extra vraag in via de NPO Radio 1-app. En die zegt, waarom mogen festivals... hij noemt met name hardstyle festivals... wel vuurwerk afsteken en particulieren niet, buiten dan en natuurlijk 31 december. Dus waarom mogen festivals wel vuurwerk afsteken en particulieren niet? Nou, heb je daar wat zinnigs over te zeggen? Laat het even weten via 0800-1121. Aad, goeienacht. Ja, goedenavond. Vertel, wat kan ik voor je doen? Er werd de vraag gesteld of dat alles geschapen is of door evolutie is ontstaan. Ja. En daar wil ik wat over zeggen. En iedereen die met mij meedenkt kan zelf het antwoord vinden. Het is gewoon een kwestie van logisch nadenken. En dan begin je gewoon bij de vraag, wat zijn de mogelijkheden? En we kennen allemaal de mogelijkheid van schepping. Je kent de mogelijkheid van evolutie. En anderen zeggen ook, er is een oerknal geweest. Als je uitgaat van de evolutie, dan past de oerknal daar ook in. Ga je uit van de schepping, dan zou de oerknal er ook in kunnen passen. Dus de oerknal is niet het probleem. Dan blijft over evolutie en schepping. Gaan we uit van de evolutie... ik mag aannemen dat iedereen wil weten hoe die stappen ongeveer werken... dan loop je toch vast als je logisch nadenkt. Want we nemen alles veel te makkelijk aan met zoete koek, zeg maar, zonder er zelf over na te denken. Mm-hmm. Ik zal een voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan de bloemen. De bloemen die moeten bestoven worden, anders krijgen ze geen vruchten. Met de peren en de appels is dat ook allemaal zo. En dan heb je de bijen die bestuiven dat. En dan moet je net, in de evolutie zou het er zo moeten zijn, dat je op het moment dat die bloemen bestoven moeten worden, heb je ook bijen nodig. Maar dan zou die evolutie net zo geëvolueerd moeten zijn dat je ook bijen hebt op dat moment. En dat zou wel heel toevallig zijn, maar bovendien is een bij een hogere diersoort dan een plant.
Dus die evolutie die gaat langzaam, schuift dat op en dat evolueert steeds verder. Mm-hmm. Maar dan is het toch niet zo logisch dat je al bijen hebt op het moment dat die planten ontstaan. Dus hoe kunnen die planten zich dan voortplanten als er geen bijen zijn? Maar dat is een dwarsstraat te noemen. Mm-hmm. De oude vraag heb je al natuurlijk van de kip en het ei. Nou, is ook nooit te beantwoorden. En zo zijn er veel meer van die problemen met de evolutietheorie. Dus er zitten heel veel gaten in die je niet kan verklaren. Dus als je erin wil geloven, is dat ook een geloof. Want met logica is het niet te verklaren dat die evolutie kan werken. Nee. Ik heb ook gezegd in dat voorgesprek met je van, kijk maar naar de mens als zoogdier. En dan zat ik ook nog later aan te denken. Ik zei, nou, pak nou de mens. Hoe functioneert de mens? Je hebt allerlei lichaamsdelen, je hebt je bloed, je hebt je spieren, je hebt je hart en weet ik wat allemaal wat er niet in zit. En een mens voor onderdelen, net als bij een auto zou ik zeggen. Probeer dat nou maar eens te evalueren, dat je, je hebt een lichaam, maar er zit nog geen bloed in en er zit nog geen hart in. Of je moet dat nog krijgen, dat moet zich allemaal nog ontwikkelen. Ja, dan werkt het gewoon niet. Dus ik bedoel, iets moet compleet zijn, het werkt of het werkt niet. Het is niet zo dat het langzaam kan ontstaan. Dat bestaat gewoon niet. Dus, en dat geldt voor alle zoogdieren, voor een hele hoop andere dingen ook. Ja. Kijk maar een voorbeeld van een vlinder. Een vlinder, dat is een rups geweest. Moet je eerst een rups krijgen. Die eet de blaadjes op en die verpopt zich dan weer. En dan komt er weer een vlinder uit. Nou, er is geen mens die dat kan verklaren hoe dat kan. Nee. Aad, het is, de schepping zit met een hoop vragen. Ook als je denkt evolutie, dan is het nog niet een... Nee, dan is het nog niet een afgesloten hoofdstuk. Dan zijn er nog steeds vragen. Dat is jouw punt in een beetje. Het is een kwestie van logica ook. Ja. Nou, dan kom ik op het punt van, nou, kijk nu eens naar de schepping. Hoe kun je dat nou ontrafelen, of dat kan? Daar zijn de verschillende geloven. Elk geloof heeft denk ik wel zijn eigen heilige boek. Hmm. Dus je hebt de Koran, je hebt de Bijbel en ik weet niet wat er nog meer voor soort boeken zijn. Nou kun je natuurlijk uitgaan van, ja, ik heb de Koran, dus ik heb gelijk, want dat staat erin, dus zo moet je het zeggen. Of een ander soort boek. Maar ja, dan heb je altijd gelijk, wat staat in het boek. Dus ze zeggen, ja, ik heb gelijk, wat staat erin, maar dan moet een ander het ook weer geloven. Hmm. Dus om dat nou te omzeilen, laat je al die heilige boeken even liggen. En dan ga je gewoon kijken van, wat is er nou bekend over het ontstaan in de wereld? En wat is er zo gebeurd in de geschiedenis? En als je dan kijkt naar verhalen, dat kan een hele hoop religies bevestigen. En misschien ook wel van niet-religies. Die zeggen allemaal dat de zondvloed er toch geweest is ooit. Een zondvloed waar alles, dat allemaal na te gaan is. Met archeologie zijn opgravingen gedaan bij de Middellandse Zee, waar dus ook Sodom en Gomorra gevonden zijn. Dat ook bevestigt dat er zondvloed geweest is in die tijd. Er zijn allerlei archeologische opgravingen. En er zijn ook geschiedschrijvingen van Caesar, zal ik maar zeggen. Of van alle andere grote heersers die er geweest zijn. Die hebben dingen laten opschrijven, ook in het oude Egypte. Inscripties, en dan kun je dus zien in die inscripties wat nou gebeurd is in die tijd en of dat overeenkomt met een van die geloven wat daar in die heilige boeken ook staat. Ja, okay. En als je dat dan gaat vergelijken, en ik ga dan zelf uit van de Bijbel, dan zie je dat er in de Bijbel worden allerlei voorspellingen gedaan door profeten. Die profeten die hebben dingen gezegd die zouden gebeuren en achteraf kunnen we zien dat ze gebeurd zijn. Bijvoorbeeld de voorspelling al door Jesaja over Christus. Dat hij zou komen duizenden jaren van tevoren. Aad, we moeten een beetje gaan afronden hoor, onder andere. Ja, nee, oké. Okay. En dan noem ik nog één belangrijk punt. Ja. In de Bijbel kun je ook lezen bijvoorbeeld waarom er andere religies zijn. Hmm. Hoe die ontstaan in hetzelfde boek. Maar wat nog veel belangrijker is, dan noem ik je een volk. Dat is het volk Israël. Israël, dat is een bijzonder volk. En dat kan iedereen weten. Of je nou gelooft of niet. Bedoel, het gaat altijd over de Joden. Het is altijd wat mee te doen. Het gaat er nog over. Het is alle gesodemieten in Jeruzalem. Ze hebben het nooit over Moskou. Of wat voor een stad dan ook. Het gaat altijd om Jeruzalem daar. Daar kun je de Bijbel lezen waarom dat het zo is. Ja, Aad, we moeten naar een punt gaan werken. Want ik moet zo naar het nieuws toe.
Nou, en dat vind ik dus een sterke aanwijzing. Als je dus van logica uitgaat, dan kom ik uit bij de Bijbel. En dan kun je dus nagaan dat als je dat goed vergelijkt, die Bijbel, met wat er in het echt gebeurt allemaal, je kijkt naar wat er geprofiteerd wordt, dan kom je een heel stuk verder met de Bijbel dan met de evolutie. Okay. Ik zou iedereen willen aanraden, gaat die Bijbel eens lezen. Dankjewel voor je bijdrage, Aad. En je punt is gemaakt in ieder geval. En we nemen onze voordelen er weer van mee. Dankjewel. Graag. Oké. Okay. En een fijne nacht, hè? Dat was Aad. Arno, Willy, Tony, jullie hangen allemaal nog. Na het nieuws zijn jullie aan de beurt. Dus blijf even luisteren. Zometeen na het nieuws, dan gaan we weer verder met Nachtzuster. Tot zometeen. Nachtzuster, een programma van Max. Arno, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik ben uw naam kwijt. Maar u doet de honors erg goed. Even kijken. Ik had een vraag vorige keer. Het betrekking op een boot. En daar woon ik op. En er zeggen heel veel mensen, je mag niet wonen op een boot. Mensen van een haven ook. En zo. Kom even iets dichter bij de speaker, Arno. We staan hier heel slecht. Zo beter? Ja, ietsje beter. Ietsje beter. Op telefoontje. Even kijken. Dus zeg maar bij de camping mag je dan 9 maanden wonen en zo. En hoe zit het met een boot? Mag je op een boot wonen? Volgens mij wel gewoon niet. Een woonboot, ja. De naam zegt het al, toch? Ja, een woonboot inderdaad. Dat is je. Je bedoelt officieel adres en zo. Maar ja. Het is meer een beetje dat je blijft varen en zo. Je bedoelt echt gewoon een. Niet een echt een woonboot, maar gewoon een sloepje bijvoorbeeld met een kajuit. Ja, inderdaad. Ja. Een beetje. Oké. Okay. Nou, een juridische vraag. Daar hebben we vast iemand voor op dit programma. Dus wie weet horen we dat nog? Ja, ik had ook nog een antwoord als het mag. Ja, tuurlijk. Ik weet niet of dat toerental. Mij schoot CERN te binnen. In Zwitserland is dat toch? Of gedeeltelijk. Die gaan zo'n beetje de snelste rondjes toch wat mensen hebben bereikt. Sorry, waar had je het over? Ik vond je heel slecht. Sure, ja, zeg maar die deeltjes versneller. In Zwitserland is dat toch? Ja. Ja. Ja, gedeeltelijk. Maar ja, maar hoe snel gaat dat dan? Ja, hoeveel toeren gaat het? Ja, het gaat in ieder geval heel snel. Ja, we gaan geloof ik niet. Nee, maar dat zal wel iemand weten, toch? Ja, ja. Nou goed, we gaan daar nog even verder naar zoeken. Ja. En misschien heb ik zo voor je. Ja, nou, je hebt je misschien de mensen weer op een idee gebracht om dat toch eens even uit te gaan zoeken. Ja, dat is natuurlijk maar. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Fijne nacht, hè. Dank u wel. Dag Arno. Arno belde, ik hoop dat jij dat ook wil doen. 0800-1121, want telefoontjes in dit programma hebben we nooit genoeg. En gelukkig is daar ook Tony. Ja, goeienacht, broeders. Ik weet even je naam niet, maar dat maakt niet uit. Ron is het, maar dat maakt verder niet uit. Tony, vertel, wat kan ik voor je doen? Nou, ik ga dus ieder jaar naar de Noordkaap. Maar als ik dan in het hotel ben, dan zijn er ook mensen uit Somalië bijvoorbeeld, die daar ook hun werkzaamheden doen. Mm. En die hebben dus ook tussendoor de Ramadan. Ja, en als het dan donker is, dan mag je pas eten. Maar ja, op de Noordkaap, dan wordt het gedurende 3 maanden wordt het niet donker. En nu heb ik het wel eens gevraagd, maar die mensen die spreken dus ja, of Noors, of in hun eigen taal. En dan versta ik het niet. Dus vraag het aan de nachtbroeder. Ja, nou, ik vind het een goede vraag. De Ramadan, dat is weer iets totaal anders. Dat is altijd zo leuk in dit programma. Het gaat van links naar rechts met vragen. Je weet nooit waar je naar uitkomt. Nee. En daar gaat de zon niet om, hè? Gedurende 3 maanden. Dus hoe doen die mensen dat? Wat zijn dan de regels? Ja, nou, daar komt vast een antwoord op. Ik denk dat er ook heel veel moslims luisteren naar dit programma. En die weten daar altijd wel de hoed in de rand van. Dus we gaan kijken of er een mooi antwoord komt. Nou, dan wacht ik dat rustig af. Tony, dankjewel voor het bellen. Tot je dienst, een fijne uitzending. Oké, dag Tony. Dag. Ik heb net even volgens mij een verkeerde URL voor de chat of voor de disco poll geroepen. Er staat nu natuurlijk nog geen nieuwe poll op volgens mij. Maar de poll URL is in ieder geval nachtzuster.info.
Dus dat is in ieder geval waar je naartoe moet als je wil stemmen. Als je invloed wil uitoefenen op welke discoplaat er volgende week gedraaid wordt. Dan heb ik dat bij deze hersteld. We gaan naar Blanca, denk ik. Yo, thanks. Vertel. Nou, ik heb, ik heb dus één vraag. Ja, twee. En nice. Een antwoord inmiddels. Mijn eerste vraag is, waarom heet een stok. Ik ben bijna te stopperen. Een stokstaartje. Een stokstaartje, een ja? Ja, sorry. Nee, maakt niet uit. Nee, ja, thanks. Waarom heet dat zo, zeg maar? Mm-hmm. En mijn tweede, ja, geniaal. Ik hoorde dus dat er een medicatie is gevonden voor ebola in Afrika. Ja. Maar ja, daar het helaas, niet helaas aan, maar gewoon dat het helaas voorkomt. Maar dat er wel een medicatie is gevonden voor ebola. Mm-hmm. En dat is echt fantastisch. En wat is je vraag daarover? Nou, hoe dan de medicatie daarvoor? Of hoe dan, hoe ze daar op zijn gekomen? Ik bedoel, oké, je hebt een laboratorium en je kunt dan kruislings en een soort wiskunde krijg je dan. Maar mijn vraag is... Wat de sleutel tot het succes is? Dat is eigenlijk jouw vraag bij de uitvinding van dit medicijn. Ja. Ik bedoel, je hebt hoofdpijn, je pakt de paracetamol en als een meisje zijnde, één keer in zo'n dagen kun je menstrueren dan door de pil. Diana 69 en nog een paar van die pillen. Maar goed. Maar als je een medicatie hebt gevonden voor dat is echt fantastisch. Ja, zeker. Ik zeg Nobelprijs nominatie. Juist. Ja. Er heeft ooit een keer iemand uitgevonden voor niersteen in de 60 jaar of zo. Maar... En dan met de fiets en dit en dat. Ja. Dus en zo. Maar echt applaus, inderdaad. Ja, echt. Nou, dit gaat veel mensenlevens redden. Zal ik nog even één keer samenvatten? Jij wil weten waarom heten de stokstaartjes. En wat is de sleutel voor het succes voor de medicatie voor het ebola-virus? Ja. Oké. Dat is heel fijn. Want die beelden die je zeg maar een paar jaar geleden zag, ja, dat is niet fijn. Nee. Dan zie je echt een soort IT gebeuren met die pakken en een soort afdraaien zo. Nee. Ja. We gaan kijken of er antwoorden komen vannacht. Ja, ik hoop het ook. Ja, blijf je nog even wakker? Ja, nog heel eventjes. Oké, nou, dan hopen we dat de antwoorden snel komen. anders wacht ik gewoon rustig af. Is goed. Dank je voor het bellen in ieder geval. Ja, graag gedaan. Oké. Dankjewel. Dag. 0800-1121. Ja, weer twee nieuwe vragen. Zo snel kan het gaan. Ik weet trouwens niet of het officieel wel mag. Mag je ook twee vragen tegelijk stellen? Ja, ik ben natuurlijk maar de invaller. Maar we doen het gewoon. We gaan door naar Emiel. Emiel? Hallo. Dag Emiel. Hallo. Dag. Dag. Emiel van de Hoest uit Rijswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Ja. Nou, mijn vraag is... in verband met het watertoevoer... code oranje hebben we nu in Nederland. Mm-hmm. En we hebben... Maar een dag of 14 geleden... heb ik een boswachter gehoord uit Ermelo. Nou, ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik daar een huisje heb... naast de kazerne, de generaal spoorkazerne in Ermelo. En die, als ik daar dan omheen loop... dan zie ik allemaal van die watertankjes staan... en van die landrovers en weet ik veel wat. En die man, die had het erover dat... die boswachter, die had het erover dat er geen water genoeg was in de bossen. Nou, dat kan.
Ja, oké. Maar aan die paden zijn allemaal van die kreken gegraven. Dat is voor als het water te veel is, dat het van die paden afloopt. Kunnen nou niet mensen van Defensie uit de kazerne met zo'n boswachter op pad, met zo'n aanhangertje, met, weet ik het, 6000 liter water, die kreken vol laten lopen. Ik bedoel, ja, er zijn toch allerlei mogelijkheden, want het was zo dat de jonge hertjes te weinig konden drinken, omdat de moeder te weinig kon drinken uit die kreken. En ook die wilde zwijnen, en weet ik veel. Nou zijn er natuurlijk zat op de Veluwe. Misschien denken ze wel bij zichzelf, nou, dat is een prima oplossing. Dan komen er minder jonge wilde zwijnen en minder jonge hertjes groot. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook het groot watertransport van de brandweer. En het IJsselmeer, wat er eigenlijk vlakbij ligt, in zo'n container van de brandweer ligt 23 kilometer kabel. Dus de watertoevoer moet toch in die bossen kunnen komen? Mm. En dat hebben we niet over drinkwater. Want dat, daar moeten we zijn. Daarmee zijn we met z'n allen, heb ik begrepen vandaag. Mm-hmm. Maar een klein beetje koppeling zou dat toch makkelijk op die plaats op de Veluwe kunnen komen. Waarom wordt daar niets meer mee gedaan? Dat iets meer aandacht aan besteed? Dat is jouw vraag. Niet meer van het leger. Echt hoor, als ik loop, die generaal Spoorkazerne in Ermelo, dat is een grote kazerne en daar staat ontzettend veel materieel, weliswaar verouderd, maar dat dondert niet. Ja. Dat moet nog rijden. En dat moet kunnen rijden. En dan kunnen ze toch met die boswachter op pad met zo, prima oefening. Hè? We hebben het over twee soorten kazernes. De brandweerkazerne en de kazerne van de militairen. Ja. Ik heb daar meteen een vraagteken bij gezet. Nou, toen ligt die boswachter. Boswachter op de radio horen. Snap ik. Ja, dat moet mogelijk zijn, toch? Emiel, jouw vraagteken is genoteerd. En we gaan hopelijk dat vraagteken voor het einde van deze uitzending even uitgummen. Ja, dat hoop ik ook. Oké. Ik dank je voor het bellen. Ja, jij een prettige voortzetting van de uitzending. Dank je wel. Oké. Dag. Dag. We gaan naar Lotte. Of Emiel? Oh, Kees. Goeienacht, Kees. Ja, dat was even hallo. Verwarring hier. Dag Kees, hallo, goeienacht. Nou ja, dat is niet. Ja, ik had ook een hete vraag. Ik zag laatst dat op de televisie, zag ik dat er boeren waren die hun schapen voor de tweede keer gingen scheren. Mm-hmm. Nou vroeg ik me af, hebben die beesten geen last van zonnebrand? en zo'n wolfacht die isoleert toch ook voor de warmte. Ja. Als je ziet dat mensen in de woestijn ook met dikke wolle kleren lopen. Hebben die schapen dus geen last van de zon? Ja, of kunnen schapen verbranden? Dat is ook een beetje een vraag. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, de vraag is meer dan duidelijk. En ik vind het een goede vraag. Oké. Dus ik wil het daarbij laten en ik heb hem genoteerd en we gaan kijken of er een antwoord komt. Oké. Dankjewel, Kees. Okay. Bedankt. Dag. Lotte, een hele goede nacht. Dat is terug. Ja, welkom. Ik ben niet gewend. Ja, dankjewel. Luister eens, door deze gekke lange hitteperiode herinner ik me een boek en dat heette Sneeuwstorm. En dat dateert nog uit de tijd van de Koude Oorlog. En dat leek toen science fiction, maar het ging over de eventuele mogelijkheid van een lage drukgebied wat kunstmatig boven New York zou blijven hangen. En dat was natuurlijk de schuld van de Russen. En het begon te sneeuwen boven New York en het bleef sneeuwen en het bleef maar sneeuwen. En de ene dienst na de andere viel uit. Kortom, heel New York viel uit. En ik
ik kan het boek niet meer terugvinden. En ik begin me langzamerhand af te vragen of ik dat dan gefantaseerd heb of dat het boek echt bestaat. En het lijkt me iets te ingewikkeld om, voor mij om het te fantaseren. Dus weet iemand van dat boek Sneeuwstorm? Sneeuwstorm. De buitenkant was rood. Oké. Je weet niet meer de schrijver te herinneren? Nee. Ik heb me al gek zitten googlen, maar ik kan het niet terugvinden. Want ik verbaas me er ook over dat over deze langdurige hitteperiode zo weinig informatie wordt gegeven over dat mogelijk is. Ja. En dan heb ik nog een vraag, als dat mag. Van mij wel. Uit mijn jeugd, en dat was dus in of vlak na de oorlog, een spel en het heette El Pinto's Bloemenspel. En daar zaten allemaal losse, langwerpige kaarten in. En toen is mijn interesse voor bloemen en planten geboren daardoor. Dus ik zeg maar een kaart vol met moerasplanten of... wat heb je voor soorten? Ze waren ingedeeld. Mm-hmm. En ik heb het nergens nooit meer terug kunnen vinden. En niemand weet het. En ik weet zeker dat we het hadden. El Pinto's Bloemenspel. Ja. Daar ben ik naar op zoek. En wat was dat echt? Want je zegt, er waren dan kaarten. Hoe speelde je dat dan? Ja, het waren losse kaarten. Er zal wel een boek bij zijn geweest. Er zaten losse, langwerpige kaarten in. Met borstplanten, heideplanten, ik zeg maar wat, veldplanten. Ik weet het niet meer zo precies, maar ik weet zeker dat het bestaan heeft. Maar ik kan het nergens meer terugvinden. En dat zou ik wel graag willen. Ja, nou goed, twee zoekvraagjes, die zetten we erbij. Ja. Sneeuwstorm, het boek en El Pinto's Bloemenspel. Heel goed. Ja. En nog even een suggestie. Iedereen op de radio praat te snel. Mm-hmm. Bij jou gaat het redelijk, maar jullie hebben allemaal de neiging om te snel te praten. Kan je dat eens onder de aandacht brengen? Ik zal hier zo meteen een briefje gaan ophangen hier in de gang. En precies. Dan hoop ik ook... Meerdere briefjes. Want het is soms moeilijk om het te volgen. En zeker midden in de nacht is dat moeilijk. Oké, nou, ik zal mijn best doen. Ik probeer er ook wel op te letten. Maar ik spreek vrij snel van mezelf. Ik zal proberen er inderdaad op te letten. Ja, dat weet ik. Astrid doet het goed. Oké. Maar alle mensen overdag doen het ook te snel. Moet dit terzijde, hoor. Maar goed. Dat gezegd hebbend, ik wil je danken voor je belletje. Ik ben benieuwd of er iets op komt. Ik ook. Okay. Ja? Blijf luisteren, zou ik zeggen. Dank je wel. Oké, fijne nacht. Dag. Dag Lotte. De zoekvraagjes zijn erbij gezet. 0800-1121. We gaan door met Anneke. Goedemorgen. 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 Nou, dat komt. We hebben een vraagje. Waarom is een boksring vierkant en noemen ze het een boksring? Een ring. Ja, het is natuurlijk een... Ja, het is vierkant en het is een ring. Maar het is ook vierkant. En het is een ring, ja. Nou ja, Anneke, ik vind het weer een briljante vraag. In al zijn eenvoud. Ja, inderdaad. Misschien waren ze vroeger wel rond... Ja, nou ja, ik heb dus een buurman die heeft zelf een kickbox gebeuren en zelfs die weet het niet. Oké. Okay. Nee. Wel echt een heel trendy sport is dat, hè? Iedereen doet maar een kickboxen tegenwoordig. Inderdaad. Ja. En als je dan een vraag erover stelt, weten ze geen antwoord op te geven. Nee, nou ja, dan moeten ze maar naar nachtzuster bellen en antwoorden geven als ze een antwoord hebben. Daar zijn wij weer voor, toch? Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat hij luistert, want hij heeft nachtdienst. En ik hoop dat hij even belt. Ja, nou ja, dan uit eerste hand. Dat is altijd fijn om iemand uit de praktijk te hebben die het antwoord geeft. We gaan kijken of het antwoord komt. Dank je wel. Oké, okay, Anneke. Dag Anneke, dag. Ja, waarom is een boksring niet rond? Want dat insinueert een ring toch. Maar waar is het vierkant? Nou, briljante vraag in al zijn eenvoud. 0800-1121. Kees, en ook een goede nacht aan jou. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik belde eigenlijk even voor die man die zo'n vrij lang schijnt te zijn. En in een ziekenhuisbed zijn problemen heeft. Nou, het waren vooral ook stoelen volgens mij. Maar ook meubilair in het algemeen inderdaad. Dat het niet veilig genoeg was en niet op zijn lengte gebouwd was. Dus misschien valt bedden daar ook wel onder, ja. Ik meen dat hij net uitleggen over bedden. Maar dat doet hij niet. Want bedden zijn normaal gesproken te verlengen. Maar er zijn speciale bedden...
die bij bedrijven ingehuurd worden door ziekenhuizen. Maar dat gebeurt vaak als je al wat langer daar bent. Okay. Dat gaat over stoelen net zo goed. Ziekenhuizen die erop ingericht zijn, hebben ook grotere en bredere stoelen. Die zijn er wel, maar je meestal op de specialistische afdeling. Hmm. Ik ben zelf 2,8 meter lang. Zo. En ik heb 5 weken in een ziekenhuis gelegen en ik heb speciaal bij een bedrijf een apart bed ingehuurd. Dat was 2,20 meter lang en 1 meter breed. Maar was het, en de kamer zat te springen. Was het een acute opname of dat hadden ze ingepland en wisten ze al dat je kwam en hebben ze dat bed van tevoren daar neergezet? Ik kwam met een acute opname. Ja. Mijn behandelend arts die zegt dat bed voor jou is heel te klein. En die gaf gelijk opdracht aan de hoofdverpleegkundige om een groot bed in te huren. Dat duurde misschien een halve dag. En toen kwamen ze gewoon van een speciaal bedrijf met een heel groot bed komen ze aanrijden. En dat was voor mij. Nou, fijn dat ze dat. Dat deden ze uit zichzelf. Daar heb je niet om moeten vragen. Zij zeiden zelf: wij gaan een grote bed voor u regelen. Ik heb er niet om gevraagd. Het is wel dat de behandelend arts die zegt. Dit bed is veel te klein voor mijn patiënt. Jullie hebben maar te zorgen dat er een groot bed komt. Nou, ja. Een half jaar later was het er. Maar toch raar dat ze dan dat nog blijkbaar moeten inhuren. Dat het daar niet gewoon is. Ja, het hoort niet bij het standaardmeubilair. Maar er schijnen dus dingen te zijn waar je het apart weer inhuurt. Er zal wel een prijskaartje aan vasthangen. Ja. En dat ze daarom gewoon dat zo min mogelijk doen. Ja, ja, oké. Okay. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb er 5 weken op gelezen. Ik lag een serie aan bij. En gebeurde dat? Heb jij ook net als de vragensteller last van inderdaad ook stoelen die gewoon te klein zijn voor jouw lengte? Ja, in principe is alles gewoon op mij niet aangepast. Ja. Dus daar heb je echt last van? Ja, daar lopen we allemaal tegenaan. Ja. Maar dat is niet alleen in een ziekenhuis. Dat is stap maar in een personenwagen. Ik wil hem altijd aan laten passen dat ik dit was. Ja. Nou ja, we hadden het nu geloof ik ook over vooral openbare gebouwen. Dus wat heb je dan? Bibliotheken, gemeentehuizen. De dingen waar je gewoon wel eens komt. Dus de nutsbedrijven gaat, misschien. Het gaat natuurlijk een keer veranderen. Hè? De mensen worden steeds groter. Ja. Dus als we tijd voor leven krijgen, dan maken we misschien mee dat over een jaar of 10, 15 of zo, dat alles op onze maat aangepast is. Ja, dan zijn de mensen van 1,70 meter, 1,80 meter, die moeten overal springen om bij te komen. Ja. Dat kan natuurlijk ook gaan gebeuren. Ja. En dan moet het weer terug aangepast worden. Ja. Maar goed, jouw tip is in ieder geval, als het om een ziekenhuisbed gaat, dan kun je daar, als de dokter het niet zelf aanbiedt, dan kun je daar gewoon om vragen en dan krijg je een langer bed toegewezen. Ja. Nou, dat hebben we weer wat geleerd vannacht. Prima. Dank voor het bellen, Kees. Zo. Fijne uitzending verder. Ja, en jij fijne rit volgens mij. Volgens mij ben je onderweg, hè? Ja, ik rijd met een vrachtwagen, ja. Oké, okay, waar ga je naartoe? Ik ga op weg naar de Maasmarkt. Ik heb het wel eens. Ik heb die moet eraf. Oké. En dan moet er een andere leider op de Oké, okay. Nou, fijne nacht. Geweldig, dankjewel. Oké, okay. Dag Kees. 0800-1121. Als je antwoord hebt op vragen die gesteld zijn, of als je een antwoord hoort en je denkt, daar heb ik nog een extra aanvulling op, dan mag je die natuurlijk ook doorbellen. Ja, de volgende is een oude bekende van ons. Dag Ruben. Ja, goeienacht, nachtbroeder. Ik heb enkele antwoorden voor u. Fijn. Ja, te beginnen met die meneer van de woonboot. Mm-hmm. Het is in de algemene plaatselijke verordening opgenomen dat je niet langer dan bijvoorbeeld 3 dagen mag liggen op dezelfde plaats. Okay. Dus u kunt niet zomaar met uw boot ergens gaan liggen en het een woonbootbestemming geven. Dat mag niet. Want een woonboot, voor een woonboot, moet de ligplaats geformaliseerd worden. Hmm. Dus er moet sprake zijn van een bestemmingsplan. En de woonboot zelf moet voldoende voorzien zijn van 1 water. En afvalvoorzieningen. Hm. Want je moet de afval die geproduceerd wordt kunnen verwerken. Dus de woonboot moet de afval kunnen aanbieden aan de gemeente ter verwerking. Aha. Dus het mag niet zomaar dat je ergens een mooie jacht hebt en dat je een plek kiest en dat je daar zegt van ik heb een woonboot. Bovendien is pas na de formalisering van de ligplaats
mogelijk om een postadres aan te vragen. Dus dan mag je een postbus daarvoor neerzetten, een brievenbus neerzetten, als je woonplaats als woonboot zijnde geformaliseerd is. Oké, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. En dan hadden we nog die meneer van de krant. Die meneer had een krant over de Leeuwarder Courant, een klacht over de Leeuwarder Courant. Ja, de krant werd niet, werd niet of nauwelijks bezorgd. Precies, dus wat die meneer moet doen is een brief. En daarin moet die meneer opnemen, 1, de afspraken die zijn gemaakt, dus zoals het vroeger ging en het goed ging. 2, moet hij opschrijven, maar moet hij maken een klachtenoverzicht. Dus dat het niet op tijd bezorgd wordt. Hij moet de Leeuwarder Courant in verzuim en in gebreken stellen. En hij moet zeggen dat binnen een bepaalde tijd, dus binnen 2 weken, hij alles goed geregeld wil hebben. Anders gaat hij over tot opzegging. Wegens wanprestatie. Hm. En dat mag hij doen. En wat hij moet doen, hij moet zijn brief richten aan het hoofd van de klantenservice. Dus hij moet een naam noemen in zijn brief. Met andere woorden, hij heeft een probleem. Mm-hmm. En dan moet hij een eigenaar van het probleem aanwijzen. Ja, zodat die probleemeigenaar zich ook verantwoordelijk voelt. Precies. Nou, daar had hij ook nog een meneer die vroeg of particulieren buiten 31 december om ook vuurwerk mochten afsteken. Ja, nou, het is zo dat in de APV staat, het is verboden, dus het is een verbod. Maar verder in de APV, in het artikel, staat dat naast dus 31 december er met zijn vergunning, dus dat is de tweede voorwaarde, dus 31 december, daar hoef je geen vergunning te vragen. Voor een ander geval moet je wel vergunning vragen, want dan heb je een ontheffingsgrond voor het vuurwerkverbod. Dus als die meneer wegens huwelijk van zijn dochter bijvoorbeeld een vuurwerkshow wil geven, dan moet hij bij de gemeente tijdig een vuurwerkvergunning aanvragen. En dan geeft de gemeente, verstrekt de gemeente niet alleen een vergunning, mm-hmm, maar dan maakt de gemeente het ook bekend in een plaatselijke courant. Maar goed, ook als consument, als particulier, kun je dus een vergunning aanvragen om vuurwerk af te steken. Precies, dan moet je een vergunning vragen. Okay. En 31 december hoef je geen vergunning te vragen. En als je een vergunning hebt aangevraagd, dan krijg je ontheffing en dan mag je. Want dan voldoe je niet meer aan het verbod in de APV, in de Algemene Plaatselijke Verordening. Duidelijk. Oké, dan had u nog een meneer die had het over een klacht. Die meneer was te lang, of wat is lang. En ik begreep dat als hij gaat voor een foto, of een foto wegens bij de oogarts, dat het meubilair niet voldoet. Klopt. Nou, het is zo dat het meubilair in een ziekenhuis altijd kan worden aangepast aan de patiënt. Dus lange mensen, korte mensen. Alleen, het vergt een inspanning van degene die die foto moet nemen. En die mensen zijn vaak te lui om de apparatuur in te stellen. Want ze moeten het niet alleen instellen op die manier, maar als hij klaar is, moeten ze het weer op de normale mensen gaan aanpassen. En dat is het probleem. Wat die meneer moet doen, is een klacht indienen bij de ombudsambtenaar, want elke ziekenhuis moet een ombudsfunctionaris hebben aangesteld. Dus die meneer kan daarin zijn klacht deponeren. En wat die meneer doet, is ook het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Dan wordt zijn probleem zeker opgelost. En tot slot had hij nog een meneer aan het begin van de uitzending die vroeg of de overheid ook verdient aan cannabis. Ja. Ja, nou, cannabis is verboden in het wetboek van strafrecht. Dus is een verboden product. Alleen cannabis wordt verhandeld en is opgenomen in het maatschappelijk verkeer omdat het gedoogd wordt. Nou, de overheid die heeft heel veel gezichten. En een van de gezichten van de overheid
is de Belastingdienst. En de Belastingdienst die kijkt niet naar het morele, dus die geeft geen oordeel over cannabis als product. Maar die zegt van als er inkomsten verkregen worden uit cannabis als bron, dan moet er zowel inkomstenbelasting betaald worden als BTW, dus omzetbelasting. Hm. Nou, dat is dus die overheid. En wat ik die meneer zou adviseren, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar als die meneer nou niet in aanmerking komt voor een huurwoning, dan moet die meneer na 5 jaar, gaat hij naar de gemeente en dan vraagt hij daar een verklaring omtrent gedrag. En dan moet de gemeente hem een positieve verklaring geven, want dat is het al 5 jaar geleden. En dan kan die meneer weer gewoon huren op de markt en kan hij gewoon weer een bankrekening aanvragen. Kijk, nou, ik denk dat, Marco die vraag stelde daar dat blij mee is. Want het is alweer wat jaren geleden, ja. Dus misschien alweer 5 jaar. Nou, dan mag hij dus naar de gemeente gaan, ja, en een VOG aanvragen. En dan moet het een positieve zijn. En dan mag je gewoon weer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Goed, we zijn weer helemaal bijgepraat. Nou, ja, helemaal. En die mevrouw met de Big Ben vraag. Nou, het gaat gewoon om het geloof. Want als die mevrouw gelovig is, dan pakt ze de Bijbel. En in hoofdstuk Genesis. Daar staat de volledige beschrijving van de schepping van de wereld. Maar dan moet je ook geloof uitoefenen en geloof hebben. En erin geloven. Dat, nou, ja. Nachtbroeder, u heeft ze allemaal gehad. Ik zou zeggen, nachtbroeder, vergeet u straks de crypto niet. Hartelijk dank, Ruben. Dank voor het bellen. Alsjeblieft. Dag. Zo, we zijn helemaal bijgepraat. Nou, we hebben een aantal mooie antwoorden gekregen op vragen. Er staan er nog een paar open. Ik zal ze zo meteen nog even noemen. En je kunt gewoon blijven bellen. 0800-1121. Dag Barry. Goedenacht. Hoi. Ik wil iets vragen over de Tweede Kamer en de moties daarvan. Brandlos. Want ik heb... ik brand even pas. Ik heb namelijk wel eens naar dat spul gekeken. En dan merk ik dat op een gegeven moment een motie aangenomen wordt door de Tweede Kamer. En die wordt dan vervolgens gewoon niet uitgevoerd. Blijkt dan in latere debat. En dan vraag ik mij af, hoe zit dat? Wat is eigenlijk de rechtmatigheid van, of de wetmatigheid, of de verplichting van de regering naar een motie toe? Kunnen ze die gewoon negeren? Want het is toch iets wat zegt... Ja. Het is toch iets wat door de meerderheid van de Kamer wordt aangenomen. Ja. En dat moeten ze dan uitvoeren, maar dat gebeurt soms gewoon niet. Je hebt het gevoel dat ja, waarom sommige moties naast hen genegeerd worden. Ja, mag dat zomaar. Ja. Oké, Barry, politieke vraag. We zetten hem erbij. Ja, ik ben trouwens wel goed te verstaan, hoor. Ik praat helemaal niet te snel. Nou, hartelijk dank. Fertig. Maar je hebt het nadeel. U bent een man. En vrouwen zijn altijd heel erg goed te verstaan op de radio. Als je kijkt naar die mevrouw de Jong en mevrouw Blok. Micha Blok heet ze, geloof ik. En Helene van der Plag. En al die dames zijn erg goed te verstaan. Ja, dat is ook genetisch bepaald. Want dat was vroeger was dat... Is dat zo? In vroege tijden. De vrouwen moesten communiceren. Hè. De mannen niet. Die boeken alleen maar... zeg maar. Nou, dat lijkt me sterk. En daarom hebben ze zo'n heldere stem. Ja, dat heb ik me al laten vertellen. En wij als mannen hebben een nadeel? Misschien is dat wel niet waar, maar dat heb ik me al laten vertellen. Vrouwen hebben een betere, dat draagt beter over. Als ik zeg maar de was aan het hangen ben hier en ik heb de radio aanstaan, dan als we dan dames op de radio presenteren, kan ik ze hem goed verstaan. En u bent ook goed te verstaan. U praat niet te snel, vind ik. De meeste mannen op de radio, die zijn wel, die zitten wat te mompelen en zo. Maar je moet wel wat vaker de vragen voorlezen, vind ik. Want ik ben nu een uur aan het luisteren en ik heb nog maar 1 keer de vragen gehoord. Oké, je wil nog een overzichtje van de vragen? Ja, dat moet u wel een paar keer per uur doen, want anders dan raken we de draad. Oké. Nou, dan ga ik ze zo meteen nog een keertje... Nou, dat is, we zijn een beetje verwend, hoor. Mevrouw de Jong doet dat altijd... regelmatig. Ja. En ik zou het niet kunnen, hoor. U hebt een moeilijke taak, vind ik. Want u doet het goed verder. Maar zij leest wel vaker
de vragen voor. Oké. Okay, als je zeg maar inschakelt en je denkt van nou misschien heb ik een antwoord, dan moet je een uur wachten voordat je de vraag hoort. Ja, het kan een beetje. Ja, ik heb nooit een antwoord hoor, want ik weet tenminste, ik weet nooit een antwoord. Ik heb alleen maar vragen eigenlijk. Nou, je hebt een vraag gesteld en we gaan op zoek naar het antwoord, Barry. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Hartstikke goed. Dank voor het bellen en ik zal zo meteen de vragen nog voorlezen. Dankjewel. Doei. Dag. Heb je een antwoord op deze vraag over de moties in de Tweede Kamer? 0800-1121. En ik zal zo meteen inderdaad nog even de vragen doen. Maar we gaan eerst nog even naar Sybrand. Ja, goedemorgen. Dag Sybrand, goedemorgen. Ron. Ik had een antwoord op de vraag van de boksring. Ja. Trouwens, deze vraag heb ik eerder gesteld bij jullie in het programma. Heb ik een goed antwoord op gekregen. In vorige eeuwen werden de jaarmarkten en kermissen in de open lucht gehouden op het open plein of veld. Mm-hmm. En dan werden ook de bokswedstrijden gewoon op het veld uitgevoerd. En de mensen werd gevraagd om in een kring te gaan staan eromheen. Oké. Okay. Vandaar dat het dus een ring geworden is. Aha, maar goed, we noemen het vierkantje waar de boksers nu in staan, noemen we nog steeds een boksring. Ze hebben het niet veranderd. Omdat die term al eeuwenlang gaande is. Hm. En eigenlijk vanaf de middeleeuwen de kermissen jaarmarkten werd gebruikt en gewoon doorgegeven is. En ja, ja. De boksering was een algemeen bekend begrip. Nou, zijn we weer wat wijzer geworden. En nou ja, goed, de term arena wordt ook wel eens gebruikt in dit verband natuurlijk. Dat is dan weer niet altijd per definitie rond. Dat is uit de Romeinse tijd, hè? De arena, jazeker. Ja, ja. Maar dat is ook niet altijd rond. Dat kan ook. Dat zegt meer iets dat het een gesloten geheel is. Dat is niet altijd rond, volgens mij, toch? Een arena. Arena was in de Romeinse tijd wel rond met die trappen omhoog. En je ziet dat nog in de films van Ben-Hur en dergelijke. Ja, nee, dan is het rond inderdaad. Maar volgens mij zijn er ook vierkante arenas. Ja. Of zeg ik nou iets heel raars? Oké, misschien ook langwerpig. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg ook maar wat. Oké, de boksring. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Sybrand, bedankt. Gedaan. Dag. Prettige dag. Dankjewel. We gaan naar Jim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een kleine correctie op datgene wat collega Ruben naar voren bracht in zaken de klacht over het Dagblad van het Noorden. Ja. Allereerst, ik maak deel uit van de Telegraaf Media Groep en dat betekent dus dat de distributiepoot is van alle uitgevers. Wij krijgen van de uitgevers krijgen wij een opdracht om de dagbladen te bezorgen. Nu is het zo dat klachtenprobleem is echt alleen maar een promulage, dus er zijn heel weinig klachten. Mm-hmm. Maar het antwoord van Ruben is wel formeel juist, maar in de praktijk kan je dat veel beter oplossen. Vertel. Op het ogenblik dat degene die de krant niet gehad heeft een ernstige klacht neerlegt, zoals dat heet, dan moet hij echt zeggen ernstige klacht. Dan wordt die klacht doorgespeeld naar het management. Dus de depothouders of de hubbeheerders waarvan ik er één ben. En die gaan er dan absoluut naar kijken. Want je wordt afgerekend op dat promillage. Dus op het ogenblik dat er een ernstige klacht is en dat het niet één van de vele klachten zou zijn. Maar zoveel klachten zijn er niet. Dan wordt dat opgelost. Ik werk met ongelooflijke trotse mensen die echt ziek van zijn als er een klacht is. Er zijn ook heel weinig klachten. Dus ik weet zeker dat er dan op dat ogenblik actie wordt ondernomen, zodat er op de een of andere manier wordt geborgd dat hij zijn krant krijgt. En ja, dat hele formele juridisch traject, ja, natuurlijk, daar zou ik aan verdienen aan dat juridische traject, maar ik moet je eerlijk zeggen, het is niet nodig. Nee, je zegt... Want ik weet zeker dat... Ja. Nee, ga door. Ja, zeg maar. En ik weet zeker dat... Als hij zegt van ja joh, ik heb al drie keer geen krant gehad en ik ben er nou zat en ik zeg de krant op. Ja, dan wordt dat ook gewoon geaccepteerd zonder dat je het hele formele traject hoeft door te lopen. Maar als hij er een ernstige klacht van maakt en ook erop staat dat het als ernstige klacht wordt gekwalificeerd. Dan weet ik zeker dat er collega's van mij volledig achteraan gaan en dat die bezorging gewoon geborgd wordt. Goed om te horen Jim, dat klachten serieus genomen worden.
Dan nog even de motie, want het is natuurlijk zo, ik ben ook nog lokaal politicus. Een motie heeft geen wettelijke verplichting voor het college of voor de regering om die uit te voeren. Maar als we dat niet doen, dan is het volgende verhaal dat in de volgende vergadering er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen de betreffende wethouder of tegen de betreffende minister. En als dan dezelfde partijen die voor de motie hebben gestemd ook voor die motie van wantrouwen stemmen, nou, dan wordt die minister gewoon, mag hij zijn biezen pakken. Maar er wordt niet altijd een motie van wantrouwen ingediend, toch? Ja, dat is inderdaad altijd een politieke afweging. Van ik heb wel die motie gesteund, maar vind ik het dan een goed middel om dan de minister weg te sturen. Maar op het ogenblik dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend en die wordt dan misschien net niet aangenomen. Nou, dan weet je donders goed dat die minister de motie alsnog gaat uitvoeren. Omdat hij anders het risico loopt dat bij een volgende motie van wantrouwen, als hij het weer niet doet, dat hij wel weggestemd wordt. Ja, ja, op een gegeven moment is de emmer vol, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. In de lokale politiek is dat veel leuker. Want als je kijkt naar het aantal wethouders wat zich de afgelopen jaren heeft de biezen heeft moeten pakken, dan word ik daar heel erg blij van af en toe. Heb jij er ooit eentje weggestuurd? Nee, nee, nee. Ik zit in de oppositie. Hè. Bij ons is het zo dat de landelijke partij VVD en CDA, die denken niet zo heel erg hard na over wat een wethouder zou moeten doen. Nee, oké. Okay. Goed. Dankjewel, Jim. Oké, gedaan. Heel veel succes. Dankjewel, dag. Gaan we heel snel naar Henk, want we moeten zo naar het nieuws. Dag Henk. Ja, met Henk. Hallo Henk. Vertel. Ik ben brandweerhobbyist. Ik wilde wat zeggen over het bijvullen van de vennen. Dat gebeurt dus wel door de brandweer. Mm-hmm. Die hebben dus bijvoorbeeld op Noord-Oost-Gelderland, zeg maar, ze hebben ze tankwagens van 17.000 liter. Het leger die heeft niet zo grote tankwagens. En over het algemeen is het zo dat de taak van de brandweer is om die vennen bij te vullen. Ze zullen dus niet alles bijvullen, maar wel de grotere vennen, zeg maar, waar echt veel wild komt. Dat doen ze dus in overleg met Staatsbosbeheer. En eigenlijk is het zo dat de brandweer dat doet. En Defensie normaal gesproken niet. Die kunnen wel eventueel op verzoek van de veiligheidsregio ook die taak waarnemen. Maar normaal gesproken gebeurt het door de brandweer. Mm-hmm. En je zou ook nog kunnen kijken op www.vnog.nl. Dat is van de veiligheidsregio Noord-Oost-Gelderland. Er staan ook allerlei maatregelen in verband met de droogte. Wat dus de brandweer wel en niet mag doen. Waar ze wel en niet water voor mogen gebruiken. En dan over het grondwater, dat kun je dus oppompen, zeg maar, tot iets van 100 meter. Dus dat zijn de bovenste grondlagen. En het drinkwater komt uit veel dieper weg. En die hele diepere lagen, daar is nog voldoende water. Dus daarom hebben we nog voldoende drinkwater. Maar het oppervlaktewater en de bovenste grondlagen, mm-hmm. daar raakt het water ook in op. Dus daar mogen de boeren ook niet meer uit pompen. Want dan zou je dus veel dieper moeten pompen. De drinkwaterbedrijven die pompen dus veel dieper op. Kijk. En die pompen dus, de drinkwaterbedrijven, die pompen dus ook dat hele oude water op. Ja. En die bovenste lagen, ja, hoe oud dat water is, dat weet ik niet. We moeten gaan afronden. We moeten naar het nieuws. Ik zou kunnen kijken bij Vitens of zo. Nachtzuster, een programma van Max. Je luistert naar Nachtzuster, vragen en antwoorden. Daar zijn we dan op zoek. Je kent het programma 0800-1121. Je kent het nummer. Dus ik zou zeggen, doe je ding en bel met ons. Zoals bijvoorbeeld Piet. Goedenacht. Goedenacht, morgen misschien al. Nou, over die motie van wantrouwen. Trouwens, ik heb zo nog een vraagje. Je hebt ook een vorm, die heet de motie van afkeuring. Mm-hmm. Dus dat is wat minder streng dan de motie van wantrouwen. Die heb je dan ook nog. Ja. Maar ik heb een interessante vraag. We hebben het iedere keer over hittegolven. En de definitie daarvan is bijvoorbeeld dat een etmaal de temperatuur niet boven de 25 graden gestegen is in de beeld. Maar wat blijkt nou dat vorige week zaterdagochtend, en daar praat ik over 0,00 uur, was de temperatuur 27 graden. Mm-hmm. En dan zou je zeggen van, hey, toch boven de 25. Nou is mijn vraag, hoe kan het nou dat KNMI zegt van ja, in dat etmaal mag die temperatuur niet boven de 25 zitten, terwijl het 's nachts een paar uur lang boven de 25 geweest is, omdat die vrijdag zo warm was. Mm-hmm. Dus ik zou graag de echte definitie willen hebben van wanneer iets
wanneer een dag dan wordt meegeteld als hittegolfdag, of dat je weer opnieuw moet beginnen. Ja, ja. Want ik vind het nogal verwarrend dat 's nachts de hoogste temperatuur wordt gemeten, maar niet wordt meegerekend als reeks. Dat is mijn vraag. Ja, ja, het is de definitie van hittegolf luistert schijnbaar nauw, maar ja, soms zorgt het ook wel weer voor verwarring. Nee, want dit is heel uitzonderlijk. Ja, zeker. Dat de nachttemperatuur van 25 graden of hoger worden gemeten. Ja, ja, absoluut. Heel uitzonderlijk. Ja. Kun je het wel een beetje uithouden met de hitte, Piet? Ik ben bang voor de wespen. Oh, ja. Ja, die zien we veel. Die gaan er komen, ja. Omdat ze droog is. Nou, die zien we nu al. Tenminste, ik heb ze nu al in mijn buurt zitten. Heel veel. Nee, ik vind het gewoon heel eng. Ja. En ja. Onweer ben ik het ook niet zo opgesteld. Ik denk dat we midden van de week eens een flinke onweersbui krijgen volgens de laatste berekeningen. Maar of dat de droogte oplost, weet ik niet. Maar dat vind ik ook heel eng. Vooral die donderslagen. Die lijken net of er een bombardement plaatsvindt. Daar hou ik niet zo van. Nee. Maar goed, Piet, jouw vraag over de hittegolf is duidelijk. En we gaan op zoek naar een antwoord. Ja, ik ben benieuwd of die nachttemperaturen dan inderdaad wel of niet meetellen. Goeie vraag. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Ja. 0800-1121 over hittegolven. Dus ben je een hittegolf-expert? Bel even met ons. Appje sturen mag natuurlijk ook via onze gratis NPO Radio 1 app. Dan zijn we ook benieuwd naar de antwoorden. Timo. Ja, Timo. Wie anders? Ja, dat gewoon met Timo. Dag, Timo. Hallo. Hey, even nog één dingetje. Het geluid van trompetten uit de lucht, dat kwam uit de uitzending van vorige week volgens mij. Nee, vorige week hebben we dat niet gehad, hoor. Oh, nou, volgens ik weet het bijna zeker, maar... Nee, ik weet heel zeker dat het niet van vorige week was, volgens mij. Een wedje leggen? Ja, of kwam die vraag helemaal aan het einde? Zit ik me nu te bedenken? Nee, in het begin. Nee. Nou, ongeveer het eerste uur of tweede uur. Maar goed, maakt niet uit. We gaan dit buiten de uitzending even opzoeken, Timo. Oké. Okay. Ja. De Big Bang, toeval, evolutie en andere natuurkrachten kunnen ook worden beschouwd als instrumenten waarmee God de schepping vorm geeft. Mm-hmm. Dat is ook wel een mooie synthese. En volgens mij ligt die dichter bij de waarheid dan de een of het ander. Dus het is meer een synthese van dat God handelt in de natuurkrachten, de Big Bang en de evolutie om de schepping vorm te geven. Jij gelooft in een combinatie, zullen we maar zeggen. Ja, ik geloof in een diepere God dan tot nu toe is beschreven, laat ik het zo zeggen. Oké. Een levende God ook nog steeds. En dan had ik het bijna 2 dagen geleden, hoorde ik de hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft. Jan-Peter van der Hoek heette die man volgens mij. Die zei dat in een wijk wel eens is geprobeerd om regenwater in een apart leidingnet naar de huizen te bezorgen. Om daar bijvoorbeeld de wc's mee door te spoelen, wat dan ook. Maar toen de mensen, de huiseigenaren zelf aan het water gingen knutselen, is daar een vergissing bij gemaakt. En toen werd een hele groep kinderen ziek. Ah, en okay. Toen is dat eigenlijk in onbruik geraakt. Om, ja, ik weet niet waardoor het in andere landen wel werkt. Daar zullen ze misschien aparte leidingkleuren hebben of leidingnetten of meer regelgeving omtrent die watervoorziening. Maar in ieder geval, het is gebeurd in een wijk om dat duurzamer te maken. Maar dat is momenteel is dat in Nederland, ja, Nederland waterland, is dat in onbruik geraakt. Daar hebben we toch genoeg water. En het leidde ook nog tot dubbele waterkosten. Dus dat was ook een ontmoedigende factor. Ja, we hebben gewoon een ontzettend luxe probleem dat we genoeg water hebben hier eigenlijk. Nou, tot nu toe wel, ja. Maar ja. Als je de voorspellingen mag geloven, dan gaat het wel halveren ongeveer. Dus de extreme weersomstandigheden, met name droogte, gaat wel verdubbelen. Ja. De komende decennie. Ja, ongeveer. Ja, dan zullen we toch andere dus plannen... Dus we zullen wel aanpassingen moeten maken, ben ik bang. Alleen ik weet nog niet welke, maar dat krijgt nu vorm allemaal. Er wordt onderzoek gedaan. Ja. Zijn er nog dingen... Heb jij nog waterbesparingstips? Ja, volgens mij kun je heel lang niet douchen. Heel lang niet douchen, ja. Dan, dat is, ja, het is een tip, ja. Kijk maar naar de service op straat. Die douche je volgens mij ook wel heel lang niet. Oké. Had je nog meer, Timo? Nee, maar dat was het. Oké. Horen we je straks nog even? Waarom? Nou, dat weet ik niet. Zou zomaar kunnen. Oh, nog een keer terugbellen bedoel je? Ja. Nee, ik wou de vorige week... Of nee, niet vorige week, de week ervoor wou ik nog terugbellen... toen Rode Jan belde over
hoe mensen over de dood denken in Nederland. Maar toen was ik al twee keer geweest en dat was een beetje... Ja, nee, dan heb je stijf de zwarte lijst. Ja, grijze lijst. Oké. Timo, dankjewel. Okay. Hoi. Dag. 0800-1121... met vragen en antwoorden. Daar draait dit programma om. Je kent het principe inmiddels. We gaan naar G. Ja. G, goeienacht. Hier ben ik. Hallo. Hallo. Ik vroeg dus naar het versje van Met het oog op morgen. Het laatste woord weet ik niet en ik weet dus ook de vertalingen niet van. Je hebt nog het een sigaretje en dan nog iets en... Maar dat weet ik niet. Zullen we het even... En niemand weet het. Ja, je hebt het over dit lied, hè? Kun je het meezingen? Ja. Goedenacht, vrienden. Zing je even mee? Het wordt tijd. Ja, dat denk ik niet. Ik zing niet zo best. En dan gaat het om het laatste woord. Ja, het laatste woord. Oké, daar komt-ie. Ja. En een laatste glas im steen. Juist, dat is het. Glas im steen. Ja. Wat is dat? Ja, je zit al jaren naar het Met het oog op morgen te luisteren. En ja, al jaren, want ik ben een slecht slaper. Mijn man wil dan tegen 11 naar bed. Nou, dan ga ik... hij heeft een gehoorapparaat, dus dat gaat eruit. En dan hoort hij de radio niet, en ik wel. Ja. Dat is gezellig, toch? Ja. We zijn 64 jaar getrouwd, dus... En elke nacht hoor je dat nummer en dan denk je, wat is dat laatste woord? Ja. Ja. Maar dan vraag ik het ook aan de kinderen en die zeggen, ja, moet je horen, dan ga ik slapen om 11 uur. Nou ja, ik wil het ook wel, maar dat lukt niet altijd. Ja, steen. Nou ja, ik kan het antwoord geven, maar... Het woord ervoor ook, hè? Wat zegt u? Sigaretten en dan nog, je mag hoor jij tegen u zeggen, hoor. Oké. Je? Ja, steen, dat is in ieder geval het laatste woord. Een laatste glas in steen. Nou ja, ik kan het antwoord gaan geven, maar dat moeten de luisteraars gewoon doen. Nee, dat moeten de mensen zelf maar even precies, doen. Ja. Nou, dan moet er maar iemand bellen en die moet maar even het antwoord geven. Ik zit toch te klaviers op de computer, dus ik ben bezig. Oké. Nou, heel goed. Ben je aan het winnen? Ja, meestal wel. Oh, kijk, nou, de computer verstaan is altijd een goed teken. Vind ik ook. Oké. Ja. Blijf luisteren. Ik ga weer verder. Oké. Dag, Gee. Dag. Ja. Moet ik aan de lijn blijven? Of, Nee, je kunt gewoon ophangen en dan kun je naar de radio luisteren. En als je wat hoort wat je niet zint, dan bel je gewoon weer. Dat mag gewoon. Goed, ja. Oké, dag. Goeienacht, dag. Dag. We gaan naar Herman. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Het gaat over waterbesparing. En ik heb op het journaal van een week geleden ongeveer... gezien dat de bruggen in Amsterdam worden gekoeld door er heel veel water overheen te spuiten. Mm-hmm. Om te voorkomen dat ze in de hitte zo ver gaan uitzetten dat ze niet meer open of dicht kunnen. En dat werkte toch niet zo goed, want de bruggen bleven toch gesloten. Dat was op het journaal te zien. En dan komt er weer een hittegolf aan, geloof ik. Dus als de bruggen nou gaan koelen met verneveling aan de onderkant. Als ze daar bijvoorbeeld een tuinslang met sprinkelkopjes, die kun je kopen bij winkels voor €20 per 20 meter met 20 kopjes. En daar een 20 liter vat water met een luchtpompje op zonne-energie. Dan kunnen ze de brug koelen door onder de brug een verneveling aan te brengen, wat een zeer groot koelend effect heeft, veel meer dan al het water er overheen prensen. Mm-hmm. En dan speelt een heleboel water en de bruggen kunnen open en dicht. En de mensen met de bootjes hebben het ook nog lekker cool als die een beetje die nevel ook over zich heen krijgen. Dus het scheelt een heleboel water en de bruggen kunnen gewoon open en dicht. Maar waarom doen ze het dan niet gewoon? Ja, ik heb een bericht van de Rijkswaterstaat dat ze dat niet doen omdat ze bang zijn dat in de winter de slangen bevriezen. Maar ik denk, je kan ze gewoon na een paar dagen er weer afhalen. Dat kan, maar ja, dat is allemaal weer mensenwerk natuurlijk om die slangen daar aan te leggen en dan weer weg te halen en dan weer terug te leggen. Nou, ja. Dat lijkt me, ik doe het gewoon, als ik met een bootje eronder doorvaar en ik heb wat van die tijribjes, dan doe ik dat in een uurtje denk ik. Oké. En in een half uurtje heb ik ze er weer af. Ja. Dus dat lijkt me zo'n tuinslang onder de brug. Ja. Bevestigen die laat je natuurlijk in de winter er niet zitten. Nee. Nou ja, als jouw verhaal klopt, dan is het in ieder geval een mooie tip om water te besparen. Dat in ieder geval. Ik denk dat ik
jaar als het weer zo'n hittegolf wordt, dat ik ze voor €200 kan aanbieden, inclusief installatie en weghalen. Een stuk per brug, dus het stelt heel wat ellende dat mensen niet meer naar het IJsselmeer kunnen vanwege, ik vind het ook voor de toeristenindustrie en voor het Nederlandse imago, daarom reageerde ik er ook op. Ja. Voor mezelf, als ik een Amerikaanse vriend op bezoek krijg en die zegt dan, hallo, you Dutchman, you can't even open your bridges when it's a little bit hot. Ik voel me zo gegeneerd dat het optionaal was dat ze dan niet adequaat hebben opgelost. Maar het kan ook nog water besparen. Ja. Dus dat wou ik even zeggen. We nemen hem mee en ik vind het een goede tip. Wederom, toch? Okay. Dank u wel. Oké, dag Herman. Dag. Ja, ik hoor Ruben al met een stemmetje in mijn hoofd van meneer, vergeet u de crypto toch niet? Nee, dat gaan we zeker niet vergeten. Sterker nog, ik ga hem nu gewoon doen. Want anders komt het er niet meer van en dat willen we toch niet. Vooral willen we het Ruben niet aandoen, maar ook iedereen natuurlijk. Want even opstaan in de ochtend op vrijdagochtend met een crypto van de nachtzuster, de nachtbroeder in dit geval, dat hoort er gewoon bij. Dus ik ga hem geven. Laat de hersens maar even kraken. De crypto van deze week is onderkomen op een camping aan zee. Een onderkomen op een camping aan zee. En dan gaat het om 10 letters. Laat de hersenen kraken en bel je antwoord door via 0800-1121. 0800-1121. Ga ik inmiddels even intussen even praten met Arthur. Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, Arthur. Ik hoorde dat er een meneer was met een vraag over waarom die 25 of nee, ik moet 27 graden in de nacht niet is meegenomen door het KNMI. Mm-hmm. En het antwoord zit hem in het feit dat het KNMI niet werkt met de Nederlandse tijd. Dus van 0 uur Nederlandse tijd naar 0 uur Nederlandse tijd. Maar ze werken met UTC-tijden. Ze werken van 0 UTC naar 0 UTC. En in de zomer zit er 2 uur tijdsverschil tussen de UTC-tijd en de Nederlandse tijd. En dat betekent dat ze werken met 2 uur Nederlandse tijd, 's nachts, naar de volgende nacht 2 uur Nederlandse tijd. En als je dan kijkt naar die afgelopen hittegolf, toen hadden we om 0 uur Nederlandse tijd dat het 27 graden was in de beeld. Maar om 2 uur Nederlandse tijd was het 24,2 als ik het goed heb. En daardoor is het geen hittegolf, ja, net geen hittegolf geworden. Ik vind het wel altijd een... Of ging die hittegolf toen niet door? Ja. Zo was dat het eigenlijk. Ik vind het altijd wel een ingewikkeld verhaal hoor, die hittegolf. Ja, ja. Maar ze werken met UTC-tijden. En dan zitten we natuurlijk nog met de vraag, waarom werkt het KNMI met UTC-tijden en niet met de lokale Nederlandse tijd? Daar weet ik het antwoord niet exact van, maar ik vermoed dat dat met de historie te maken heeft. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we in Nederland namelijk geen zomertijd en geen wintertijd. En om die meetreeks niet te verstoren, hebben ze waarschijnlijk de UTC-tijd aangehouden. Aha. Nou, dan zijn we weer wat wijzer geworden. Oké, graag gedaan. Arthur, dankjewel. Oké, tot ziens. Dag. Ja. Nou, het is in ieder geval zeker. Het belooft weer een warme dag te worden. Of het nou weer een hittegolf gaat worden of niet. We blijven lekker warm met z'n allen. Nou, vragen die zijn nog steeds welkom. 0800-1121, het bekende telefoonnummer. Appje sturen mag ook. NPO Radio 1 app kun je gratis downloaden op je telefoon of op je tablet. En anders even twitteren, dat kan ook nog. Ik zal ook nog even wat tweets zo meteen voorlezen. Want ook via dat kanaal komt er een hoop tot ons. Dus... ja, blijven bij ons, bij Nachtzuster hier op NPO Radio 1. En wat denk je, zijn dat nou krekels? Jazeker, die komen uit een club. Club Tropicana. Dat is gewoon hier, jazeker. We gaan naar een beller en dat is allereerst Remco. Tenminste, ik hoop dat Remco er nog is. Ja, kun je mij horen? Zeker, zeker. Oké, goeie hoor. Ik had het antwoord op die mevrouw met die vraag over dat liedje met In Steen. Goedenacht, vrienden. Ja, dat daar zegt hij dat hij dat glas dat drinken dan staand op. In steen. Staand, in steen. Bedoel je daarmee? Ja, staand. Ja, nou ja, dat. Dat giet hij zo naar binnen, denk ik, dat hij dat bedoelt. Even lekker snel. Ja. Nou, het is wel grappig dat dat nummer sommige mensen horen het dus elke dag. En hebben nog niet precies het idee wat er nou wordt gezongen.
Nee, ja, dat had ik ook. Dus ik heb mijn handicap uitgezocht. Ja. Nou, heel goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Dankjewel, Remco. Dag. Marguerite? Ja. Remco heeft gelijk. Imsteen, het wordt het hoofdwoord dan. In die zin. Imsteen, ja. Staande het glas opdrinken. Het laatste glas leegdrinken. Ja. Ja, ik moet dat was het. Heel simpel, hè? Ja, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik word altijd wel... Ik hou ook van dit nummer. Maar dat steen is wel het minst voor de hand liggende woord in het hele nummer, vind ik. Ja, heel grappig. Mijn man vroeg het ook aan mij vorige week. Wat is dat eigenlijk, imsteen? Terwijl hij redelijk goed Duits praat. Imsteen is echt... Ja, ik weet niet hoe de grammatica, hoe ik dat uit moet leggen in het Nederlands. Maar imsteen, normaal woord, is dat woord dan opeens in die zin... een hoofdwoord, capital letter of capital word. Ja, nou ja, het is gewoon wat die Remco zei, dat klopt dus gewoon. Gewoon staande drinkt hij het op. Ja, je charmante accent verraadt dat jouw roots ook in Duitsland liggen. Ja. Ja. Wat vind je van het niveau waarop wij Nederlanders Duits praten? Heel goed. Ja? Wordt ieder jaar beter. Oké, okay, want ik heb vaak het idee, we zijn heel erg aan het verengelsen als Nederlanders, maar Duits, ja, dat klopt. De Duitse taal is dan toch altijd nog een ondergeschoven kindje, heb ik het idee. Het is eigenlijk ook heel moeilijk en de televisie en de radio en de films, het gaat eigenlijk allemaal een beetje in het Engels. Ja, en dan hebben we een keer een Duitse serie die we uitzenden, dan gaan we hem Nederlands nasynchroniseren, heb je dat gehoord? Ik heb dat gehoord, jij vond die ook wel een beetje gek. Die serie van Barry Asma, ja, dat is... Ja, ik heb het niet gezien hoor. Ik kijk wel veel Duitse televisie nog, maar meestal andere detectives. En voor de rest kijk ik Nederlands. Ja, maar dat moet dan toch een klap zijn voor jou, dat je dat eindelijk weer een mooie serie uit Duitsland in Nederland wordt uitgezonden en dan gaan we hem nasynchroniseren. Ach, ja, ik vind nasynchroniseren eigenlijk ook ontzettend erg. Dat vond ik in Duitsland al heel erg, want ik spreek gewoon heel goed Engels. En het is lastig, het is ook lelijk. En die mondbeweging, dat gaat ook niet samen met het woord. En ik vind het eigenlijk beter als er tekst onder staat. Ja, de ondertiteling, dat vind je gewoon beter. Ondertiteling heet het, ja. Laat het lekker naturel in de taal zoals het wordt uitgesproken. Ja. 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 Oké, okay, maar goed. Jij zegt in ieder geval, de Duitse taal wordt steeds beter gesproken in Nederland. Dat vind ik ja, opsteker. Ja, ik merk het aan mijn kleinkinderen op school. En ze gaan ook nu wel eens graag naar Berlijn. En dat was nog jaren geleden heel anders. Ja, het hele beeld van Duitsland is natuurlijk veranderd in de afgelopen jaren. Ja, voor mij natuurlijk ook. Toen ik hier eerst kwam, was het gewoon verschrikkelijk. Ik heb gewoon vaak gezegd dat ik uit Oostenrijk kwam. Dan zeggen ze net zo erg werd dan gezegd. Dus, heb je gewoon... ook niet. Je durfde maar er niet voor uit te komen dat je... De laatste 15... het is eigenlijk veranderd naar de voetbalwereldkampioenschap in Berlijn. Toen merkte ik ook aan kennis, aan vrienden, dat het allemaal heel anders werd. Er werd Duitsland anders bekeken. Nou, dat is een opsteker in ieder geval, toch? Voor jou als Duitser. Ja, ik vond het wel heel fijn. Maar ik vind het prima in Nederland wonen. Ja, hoe lang woon je nu in Nederland? 50 jaar. 50 jaar. Nou, toen ik hier kwam, ben ik naar Schroevers gegaan. En heb daar reden- en taalkundige en leerlingraad lessen. Een half jaar avonds. En het ging echt niet heel goed. Ik zat met Nederlandse mensen die hun eigen taal niet goed beheersten. En zo nog heb repetitiecursus en zo ben ik eigenlijk begonnen en dan in winkels, hè, winkelen en dan Nederlandse woorden gebruiken en veel Nederlandse, naar lezingen en met buren en en ik vond het eigenlijk ook een hele mooie taal. Ja. Grappig. Leuk. Die verniedlichung vind ik zo leuk. Hè? Een kleintje en een hebbetje. En het allergrappigste vind ik eigenlijk dat alles lekker is. We zeggen alleen maar lekker eten. En in Nederland is alles lekker. Lekker mannetje, lekker weer, lekker... noem maar op. Ja. Het is schattig. Ja, ik hoor wel eens van buitenlanders die ik dan goed ken... dat wij het woord bijzonder zoveel gebruiken in Nederland. Ja, dat klopt ook. Waardoor het eigenlijk niet meer zo bijzonder is.
klopt. Ja, dat klopt natuurlijk. Ja. Heel gek is dat. Ja, ja. Bijzonder. Oké. Okay. Marguerite, dank je wel. En nou, we weten nu eindelijk wat Reinhard Meijer zingt in Goedenacht. Wat mijn man dat ook verleden week vroeg, waar die heel goed Duits spreekt. Ja. Is dat echt in steen? Ja. Is dat een huisje of zo? Zeg, nee hoor. Is het gewoon een hoofdwoord geworden? Ja. Oké. Okay. Nou ja. Leuk. Dank je wel. Oké, dag. Dag. Ja, we zoeken nog steeds een paar antwoorden. Ik heb net al wat vragen gesteld. Ik ga er zo meteen nog wel even een paar weer noemen. Maar we gaan eerst even naar Pierre. Goedemorgen. Dag Pierre. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bel je voor? Voor de crypto. De crypto, ja, ja. Ben je een vaste puzzelaar op de vrijdagochtend? Ik luister bijna iedere vrijdagochtend, ja. Kijk, en al eerder wat gewonnen ook met de crypto? Nee. Bij jullie heb ik nooit iets gewonnen. Nou, dan is dit je kans. Zal ik nog één keer even de opgave herhalen? Dan de mensen die het gemist hebben, kunnen dan ook nog even 10 seconden hun hersen laten kraken. De crypto van deze week was onderkomen op een camping aan zee. Een onderkomen op een camping aan zee. 10 letters. Dat hoorde jij. En hoe lang heb je toen even zitten denken van, wat is het? Ja, crypto valt vaak gelijk in je gedachten of niet. Dus ik wist het eigenlijk vrij snel. Nou, kom erop met die oplossing. Strandtent is het volgens mij. Strandtent, zeker, zeker, ja. Nou, er wordt uitvoerig geapplaudisseerd hier in de studio. Helaas hoor je het niet, maar ga er maar vanuit dat we met tientallen mensen hier van de redactie je zitten toe te juichen. Nou, gefeliciteerd. We gaan je een mooie prijs, een mooie verrassingspakket toesturen van Omroep Max. Hartstikke goed. Ja. Ik zie uit. Nou ja, het wordt dus een verrassing dus wat erin zit. Jan Slachter himself heeft het ingepakt, dus dat zijn altijd mooie dingen. Ja, kan niet beter, hè? Goed, we hebben je gegevens volgens mij, dus nou, dank voor het bellen. Hartstikke goed, dankjewel. Oké, dag. Remco? Ja, goedemorgen met Remco. Goeienacht. Goedendag. Ik had nog een aanvulling op die vraag over die wietplantage bij diegene thuis. Oh ja. Die huisuitzetting en dat soort dingen gebeurt omdat het brandgevaarlijk is. En ook voor waterlekkage, dat soort overlast, om dat te voorkomen. Dat mensen dus die wiet gaan kweken in huis. En daarom worden ze, mag hij het niet. En de overheid die een andere locatie heeft, die niet brandgevaarlijk is, die mogen het wel voor medicinale doeleinden. Maar dat is heel wat anders dan je thuis alles verstopt en grote overlast kan veroorzaken. Ja. En daar zit verschil in. Maar zou je dat niet op kunnen oplossen met een vergunning of een controle? Ik zit maar even hard op te denken. Hè? Maar dat echt de brandveiligheid. Als je nou echt als particulier ook echt de brandveiligheid en de alle dingen eromheen qua veiligheid, dat je die kunt waarborgen. Nou ja, als je het thuis kweekt, is het illegaal omdat het niet toegestaan is. Hmm. En als je het voor de overheid legaal kweekt, maar dan is het ook gecontroleerd. Ja. En in huis, heel veel huis zijn er ook niet voor geschikt. Dus het tappen illegaal stroom af, wat vaak gevaarlijk is. En allemaal dat soort dingen dus. Ja, maar jij daar zit het meer het probleem. Ja, maar jij zegt van ja, brandveiligheid speelt daar een rol bij. Nou ja, dat moeten we toch kunnen oplossen. Ja, maar die huiseigenaren die zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Want die hebben natuurlijk medehuurders in panden. Ja. En die komen in gevaar. En dat is het grote probleem waarom die mensen hard worden aangepakt. Ja. Om dat te stoppen. En het gaat niet om die paar plantjes op zich. Want je mag alle planten in je huis voor de rest hebben staan. Maar het gaat meer om de manier waarop het gebeurt. Ja, oké. Dus daar zit een probleem in waarom zijn huis wordt uitgezet. En waarschijnlijk levenslang geen huurwoning meer krijgt. Ja, maar dat 5 jaar hoorden we net. Ja, 5 jaar dat zegt Ruben. Maar dat is niet misschien helemaal zo. Want die huiseigenaren maken dat zelf wel uit. Denk ik. Wie ze er laten wonen. Nou ja, ze willen niet dat andere huurders in gevaar komen. Ik denk dat dat meer de oorzaak is dat hij eruit gezet is. En niet en omdat het spul illegaal is dan, krijg je dus ook geen vergunning om het legaal in je huis te bouwen. Ja. De installatie. Dat is het probleem. Tot slot nog even, hoe is jouw standpunt als het gaat om ben jij voor of tegen legalisering? Nou, het is eigenlijk al in de coffeeshop legaal. Alleen je mag wel bier brouwen en verkopen in een café. Je mag geen wiet telen, maar wel verkopen. Dus het is een beetje raar
onlogisch hoe dat werkt. Maar zeg jij dan van, ja, dat maakt het telen dan ook maar legaal? Ja, maar wel op plek waar het veilig is en niet zoals het nu gebeurt. Ja, ja, dat heb je duidelijk. Daar zit een verschil in. Ja. Dus okay. Ja, dat wou ik even aanvullen. Remco, dankjewel. Oké, ga naar huis en niet verder. Dankjewel, dankjewel. Oké, hoi. We gaan naar Margriet. Ja, hallo, daar ben ik nog een keer. Ik denk, nou, er zal iemand anders wel antwoord weten op die pepernoten. Maar er zit wel degelijk peper in pepernoten. Want ja. Dat wordt met koekkruiden gemaakt. In koekkruiden zit pepernoot, muskaat. Ja, nog meer dingen. Kardemom. En dat is dus een samenstelling, die koekkruiden. Maar er zit wel degelijk ook wel peper in. Tuurlijk. Dus of daar de naam van vandaan komt, dat weet ik ook niet. Ja, nou ja. Peper zit er wel in. Maar goed, ze hebben gekozen om dan dat bestanddeel peper te gebruiken voor de naamgeving. Ze hadden natuurlijk ook een andere ingrediënt kunnen nemen voor de naam. Ja, kruidpeper. Ja, ja. Kruid. Koekkruidnoten zeker. Nou ja, goed, er zijn allerlei varianten te bedenken natuurlijk, toch? Ja, ja. Dat is mogelijk. Maar ja. Er zit ook wel een bestanddeel peper in. Precies, ja, oké. Okay. Dus. Nou, dat hebben we dan ook weer opgelost. Ja, ik hoop het. Nou goed, mensen mogen altijd met aanvullingen bellen. Zodat, ja goed, je weet hoe het werkt. Hè. Yes, okay. Zo is dat. Oké, okay. Nou blijf nog even luisteren en een fijne vrijdag alvast. Ja, oké, okay, bedankt. Dankjewel. Tot zo. Dag. Lekker uit straks naar je werk. Zeker. Dag Margriet. Een lange nacht heb je er al op zitten. Ja, maar met plezier, met plezier. Altijd een feest om Astrid even te mogen vervangen. Ja, oké, okay. Goed zo. Dag. Tot ziens. Ja, want de nacht zit er bijna op. Maar je mag gewoon nog blijven bellen. Want nou, we zijn nog lang niet klaar wat mij betreft. 0800-1121. Nieuwe vragen zijn welkom. En reacties op vragen die al gegeven zijn. En antwoorden die al gegeven zijn bedoel ik. Mogen natuurlijk nog steeds de uitzending in. Sjoerd. Ja, goedemorgen. Dag Sjoerd. Er was een vraag over geschoren schapen. En of ze geen hinder hebben van de zon. Ja. Nou, ik ben toevallig oud schaaphebber. Kijk. En ik dacht, laat ik dan toch maar even bellen. Nou, daar houden we van. Als mensen uit de praktijk komen en daar ook een goed antwoord bij kunnen formuleren. Ja. Ik dacht, je houdt ook van schapen, ja. Nee, nou kijk, dat is zo dat ze daar gevaar doorlopen. Als ze pas geschoren zijn, dan hebben ze die isolatie niet meer van die 2 of 3 kilo wol om hen heen. En dan kunnen ze hyperthermie krijgen. Worden ze dus oververhit. En daar kunnen ze aan doodgaan. En dat zal ik je vertellen hoe dat werkt. Schapen hebben 22 meter darm. En die zit vol met bacteriën. Die bacteriën helpen bij de voedselomzetting. Mm-hmm. Die gedijen het beste bij een temperatuur van 38,6 graden. Schapen is dus wat warmer dan een mens. Okay. Maar wanneer ze te warm worden, dan krijg je een explosie van bepaalde bacteriën en die leidt tot bloedvergiftiging. En dan gaan ze uiteindelijk dood aan die gevolgen van die oververhitting door die vergiftiging. En dat zie je aan hun die vergiftige stoffen komen in hun kop, in hun hersenen. Ja. Dat heb ik ook meegemaakt helaas. En dan zie je dat ze rondjes gaan lopen, dat ze echt raar gaan doen. Nou, dan is het einde gauw nabij. Dan zijn ze met een half uur wel dood. Wat verschrikkelijk. Dus dat moet je hier te voorkomen. Dat ja. Ze nog warmer worden dan ze van zichzelf al zijn. Ja, dus het is niet zozeer wat het vermoeden was van dat er een gevaar is dat ze hun huid verbranden. Maar vooral wel de hitte die wat dat teweeg brengt bij een schaap. Ja, die hitte die zorgt voor een bacterie-explosie. En daar gaan ze aan dood. Maar ze hebben een hele vette huid, wolvet, lanoline. En die vetklieren gaan alleen maar extra aan het werk wanneer de zon schijnt. Dus ze worden alleen maar moddervet. Ik geloof niet dat ze verbranden op de huid. Hoewel de huid altijd heel rood is. Hè? De echte huid van een schaap is rood. Onder de wol, dun, zacht en rood. Dus misschien zien we het wel niet dat als de huid verbrandt. Nee, maar je ziet ook geen verschijnsel dat ze er last van hebben. Nee. Maar een schapenhouder,
die zal wel voorkomen, schaapherder, dat hij met direct na het scheren in de volle zon laat grazen. Dat is gewoon heel onverstandig. Ja. Dan verlies je ze. Want wanneer is ook alweer het is er een scheerseizoen? Nou ja, het scheerseizoen, je moet eigenlijk zo zien, een schaap heeft ook een soort rui, hè, waarin die zijn vacht min of meer laat vallen. Mm-hmm. En wat je natuurlijk doet, is net voor die rui, dan is de wol immers op zijn langst, die wol scheren, die wol oogsten als het ware. Nou ja, de scheerseizoen is zo'n beetje van juni en juli, die twee maanden. Hoe later je bent, hoe meer wol je hebt. Dus, maar ik had Veluwse heideschapen en die leveren maar zo'n beetje 2 kilo wol op, hoor. Dat is niet zoveel, maar het is wel hele sterke wol. Het gaat om de kwaliteit, zullen we maar zeggen. Ja, helaas gaan de mensen te vaak voor kunststof. En dat is niet zo goed. Ja. Maar ik hou er ook wel van, hoor, van die echte wol. Dus oké. Okay. Nou, we zijn nu wat wijzer over de schapen en de wol. En vooral dat de zon en dat warmte een gevaar kan zijn voor schapen. Ik wist het niet en we weten het nu wel. Dankjewel, Sjoerd. Je weet het nu wel. Oké, succes hoor. Dankjewel. Ja. Dag. Hoi, hoi. Do. We gaan naar Frits. Denk ik. Ja. Ja, ja. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Morgen aanvulling op die hittegolf en UTC-tijd. Ja. Die UTC-tijd is een internationale tijd die gelijk, overal gelijk is dus. En omdat we de waarnemingen met elkaar uit moeten wisselen, dus de waarneming in KMI, de waarneming in Londen, de waarneming in New York, enzovoort, enzovoort, om dan een gelijk beeld van het weer te krijgen, moeten we dat op dezelfde tijd doen. En dan hebben we afgesproken dat we internationaal één tijd hanteren. Dat was vroeger Greenwich Mean Time. Maar een aantal mensen vonden dat de Engelsen zich dat niet mochten toe-eigenen. En we noemen het nu de universele tijd, UTC. En dat is dus de tijdverschil momenteel. UTC in Nederlandse tijd is +2 en de winter is +1. Ja. Nou, het is dus een wezenlijk onderdeel van het bepalen van een hittegolf met die tijd. Precies, ik wist precies, het niet. Ik wist het niet. Nee, maar de tijdmeting is gewoon essentieel. We doen dat internationaal om een beeld te krijgen van het weer. Ja. En ik weet niet hoe het nu is. Vroeger was het om de 6 uur. Om 0 uur, 6 uur, 12 uur enzovoort werd de waarneming gedaan. En dat wisselden we met elkaar uit. Dat gaat nu tegenwoordig natuurlijk razendsnel. Vroeger moest dat met telex enzovoort, telegrammen. En dan kon je een weerbeeld over je hele gebied krijgen. En op die manier kon je het weer gaan voorspellen. Ja. Goed. Dankjewel, Frits. Oké. Okay. We gaan afronden. Dankjewel. Dank voor het bellen. Dag. Dag. Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben nog een hele lijst staan. Nou, laten we van wal steken dan. Oké, het succes van ebola. Freek laat weten dat als men nu, omdat ebola zo besmettelijk is, en als men dan het vaccin toedient binnen ongeveer 2-3 dagen na mogelijke besmetting, bijna 100% van de patiënten niet ziek wordt. Dus, en dat is het grote succes ervan. Kijk aan, het is eigenlijk, het zorgt ervoor dat we de verschijnselen niet krijgen. Ja, dat mensen niet meer ziek worden. Ja. Omdat het juiste. Want als je eenmaal ziek bent, is er nog weinig tegen te doen. Oké. Okay. Even kijken. Tineke wilde weten hoe oud grondwater is. En een andere Martin laat weten dat ons drinkwater bestaat uit een mix van water van verschillende leeftijden. Diep onder de Veluwe bevindt zich grondwater met een ouderdom van maar liefst 20.000 jaar. Zo. Ja. Die grond van de Noord-Zuidlijn. Die heb ik even in het archief opgezocht, want die herkende ik, die vraag. Die is gebruikt in de E-haven en dan het gedeelte tussen de Jan Scheverbrug en de verbindingsdam wordt verondiept. Okay, want het was daar te diep uitgebaggerd, dus daar moest weer zand bij. Het werd gewoon in het water gegooid dus? Ja. Oké. Okay. Hans die wilde dan weten hoe je het geslacht kan zien van de Japanse notenboom. Ja. Klaas laat weten dat dat alleen maar te zien is wanneer de bloem in bloei staat of vruchten heeft. Want de vrouwelijke versie heeft dus vruchten en heeft een iets ander bloemetje dan het mannelijke geslacht van de Japanse notenboom. Het zal ook eens niet.
Fietsers die gaan na de Tour de France op zo'n home trainer zitten om de verzuring tegen te gaan. Ze gaan dus niet echt meer vermogen geven, maar wel gewoon de benen in beweging houden, zodat ze minder spierpijn krijgen. Gewoon een cooling down dus eigenlijk, hè? Cooling down. Ja. Nou, stokstaartjes die staan zo stokstijf rechtop om te spieden of er een rookvogel langskomt. En daarom noemen we ze stokstaartjes, aldus Sjaak. Maar Clara geeft aan dat ze stokstaartjes heten omdat hun staart dan recht als een soort stok achter hun aanstaat. Om, zeg maar, als een soort leuning. Oh. Hoe leg je dat uit? Ja, wat is het nou? Geen idee, dit waren de twee. Jij mag kiezen. Oh. Nou ja, goed. Dan moeten we een andere keer maar een aandacht aan besteden, denk ik. Oké. De Ramadan. Als je Ramadan wil doen en de zon komt niet op of hij gaat totaal niet onder, dan pak je, als de zon niet opkomt, dan pak je de eerst mogelijke grote stad ten zuiden van de plek waar je bevindt en dan hou je daar de tijden van aan. Oké. Al dus virtuellen. Dat boek Sneeuwstorm van Lotte, die daar op zoek is. Volgens de beschrijvingen die kreeg ik van hier meer mensen langs. Op de beschrijving vinden wij Cyberstorm van Matthew Mutter. Oké. En dat gaat inderdaad over een sneeuwstorm in New York, waarbij er tegelijkertijd ook een hike plaatsvindt. Oké. Dus het zou kunnen dat ze sneeuwstorm en cyberstorm verward heeft. We gaan door. Het hoogste toerental wat ooit gehaald is. Volgens Kevin, de toerental van motoren lopen ver uiteen. Van 100 toeren per minuut voor een grote scheepsdiesel tot 100.000 toeren per minuut voor een kleine gasturbine. Oké, ik zit mee te schrijven. Dan hebben we ze volgens mij allemaal gehad, hè? Ja, nou, dan zet ik overal een krulletje bij. En dan denk ik dat we de administratie in een mooi mapje gaan doen. En dan doen we er een strik omheen en dan zijn we weer klaar. Dan dank ik je weer hartelijk. Graag gedaan. Dank je wel, hè. Oké. Okay. Dag. Carlo, goeienacht. Hoi. Waar bel je voor? Ja, ik wil ook altijd met Jurgen horen, dat soort grappen. Maar ik kom met Jurgen nog wel eens een keer terug en dan gaan we eens een keer lekker... dat weet jij weer niet, want jij luistert natuurlijk ook niet altijd. Dan gaan we zeeegel-eitjes eten. Dat zijn van die zeeegels en daar komen eitjes uit. En die ga ik een keer met Jurgen eten. Maar dan moet Guilaine, die moet ze hem ook proeven. Maar ja, ik weet niet of die dat durft. Carlo, kom even met je vraag. Ik heb het inderdaad over... ik heb het over een heel erg belangrijk onderwerp. En ja... Vertel. Ik vind het... ik vind het... Wat is je vraag, Carlo? Wat ik ook weer gezegd... ik ben toch weer helemaal vergeten in één keer. Jezus. Wat ik ook al gebeld. Jezus Christus. Ik ben echt... Het kan gebeuren. Het is heel belangrijk. Oké. Okay. Nou, dan, als het belangrijk is, dan horen we je zo meteen vast weer terug. Dag, Carlo. Of Irak of Jezuïeten op de berg of zoiets. Of, trouwens, weet je dat die mensen werden in de koer, door de Koerden de duivels aanbidders genoemd, terwijl ze eigenlijk de heel erg goede christelijke mensen zijn, echt hele brave mensen. Dag Carlo, ik zet Carlo even terug naar onze regisseur. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.